De laatste tijd krijg ik steeds vaker de vraag van mensen: van, kan ik jou op, op, op enige wijze helpen? En um, ja, dat vind ik natuurlijk heel, heel hoopvol en uh, positief om te horen. Dat is, dat is iets waar ik heel erg gelukkig van word. Want het betekent dat ik dus op een spoor ben van iets. Dat mensen uit zichzelf naar mij toestappen. Dat is altijd een teken dat er iets dat je iets, aan iets raakt. En uh, nou, ik heb net als wij allemaal die COVID-periode. Doorstaan. Als ik over financiën nadenk, heb ik eigenlijk geprobeerd om, niet, uh, om mij daar niet echt over te uiten en om me een beetje ja, op om, om mijn handen te gaan zitten en om me een beetje afzijdig te houden en om gewoon te denken: het komt wel goed. En uh, ik ben deze podcast ook begonnen, eigenlijk ook helemaal niet met in mijn achterhoofd: daar kan ik iets mee verdienen of dat kan ik uiteindelijk uh, monetizen of, of wat dan ook. Maar veel meer vanuit het idee van allerlei mensen om me heen. het gevoel hebben dat, dat ze dingen niet meer kunnen zeggen. Dat er een soort censuurklimaat heerst. En um, ja, ik zie het eigenlijk inmiddels bijna als een soort onbewuste manier van mij. om dan heel koppig het tegenovergestelde te gaan doen. Dus juist met heel veel mensen te gaan praten en dan alles te zeggen of zoiets. En uh, dat bevalt me heel erg goed. En ik merk ook dat het praten met mensen en die lange gesprekken. het zoeken naar die nuance, ook goed is voor mij gewoon voor mijn mentale gezondheid en mijn stress. Het zit echt niet in mijn aard om te vragen um, geld te geven. Dat zit niet in mijn systeem. Ik zou dat niet snel doen. Maar als mensen het aanbieden, als mensen naar me toe komen en zeggen van: kunnen we je helpen? Dan denk ik meteen van: ja, tuurlijk. Want ik weet ook wel dat wat ik doe door alles te zeggen en met iedereen te praten, dat dat niet zonder risico's is. Dat het heel verstandig is om een platform te bouwen waarmee je zelf sustainable wordt. Dus natuurlijk wil ik uiteindelijk een platform hebben waar, waarmee ik helemaal los sta van, 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 van andere belangen en van afhankelijkheid. Want dan kan ik die gesprekken blijven leveren die volgens mij jullie als luisteraars willen horen. En wat ik heb gedaan is, ik, uh, ik heb nu een Patreon aangemaakt en een Nederlandse site gevonden, patje Af. Wat eigenlijk hetzelfde is voor Nederlandse banken. Um, en op die manier kun je inderdaad een maandelijkse bijdrage leveren. En daar kun je me ontzettend mee helpen. Dus dat is uh, wat ik inmiddels heb gedaan. Ik heb uh, geprobeerd om een architectuur aan te leggen. Um, en voor iedereen die denkt: van ja, ik draag dit, dit platform een warm hart toe. Ja, weet dat ik het gans waardeer als je dat op enige wijze ondersteunt. Ik, uh, ja, ik moest ook een beetje denken: ik moest deze week een beetje denken aan die film 300, waarbij je eigenlijk 300. Soldaten het tijdkeren van een belangrijke strijd. En toen dacht ik, misschien is dat een mooi doel om mee te beginnen. Laten we kijken of we die, die 300 mensen kunnen vinden die samen dat platform kunnen gaan dragen. Waardoor ik ja, mijn gesprekken kan blijven hebben met mensen die, waarvan ik denk dat, dat, dat die een belangrijk verhaal of een belangrijke stem toevoegen aan het, aan het cultuurdebat. Dus dat is de reclameboodschap. En ik hoop dat jullie allemaal nu nog even op pauze drukken. Je snel even inschrijven. Er is drie kliks gebeurd. En uh, ja, mij dit gunnen om, uh, om dit kanaal verder uit te bouwen. Dus dat gezegd hebbende, rest mij niet dan jullie veel plezier te, te wensen bij de volgende aflevering. Ik heb een hele bijzondere gast vandaag, namelijk Stefan Ruitenbeek. Een van de mensen die me ook mede heeft geïnspireerd om deze serie gesprekken te beginnen. En uh, ik heb heel lang mijn best gedaan om hem aan tafel te krijgen. En vandaag uh, gaat hij met mij praten over. Ja, hoe hij daarmee is begonnen. Ik zit hier vandaag met Stefan Ruitenbeek van Kirak, Keeping It Real Art Critics. En uh, ja, het is, ja, ik vind het heel erg leuk om met jou nu eindelijk uh, aan tafel te zitten. Ja, je bent uh, bezig met, uh, met een reeks kunstfilms of films. Uh, begonnen als cultuurkritiek. En, uh, en dat is steeds meer uitgegroeid tot een uh, artistiek project van ja. kunstfilms. Vanuit een soort die eigenlijk gebruik maakt van van uh, kunstkritiek en zelfreflectie en reflectie en meta-perspectieven en postmodernisme. En, uh, ja, een soort eigenlijk waarin eigenlijk alle regels uh, open zijn en alles ook weer onderdeel kan, kan worden van de films. Ja. En, uh, en die reeks, uh, ja, dat, daar ben ik een grote fan van inmiddels. Of eigenlijk, uh, ja. En uh, ja, het lijkt me leuk om daar vandaag eens wat, uh, wat over te praten. Hoe dat, uh, hoe dat zo is gekomen en, uh, en hoe, jij de, hoe jij zelf het uh, veld over ziet. Dus dat is mijn, uh, ja. mijn agenda eigenlijk. Ik ben helemaal Als je het ermee eens bent. Ik sta tot je beschikking. <laughs> um, ja, oké. Okay. Ik weet misschien wel een goed begin. Ik weet misschien wel een goed begin. We stonden een half jaar geleden stonden wij um, bij Tarik, uh, waar hij woont. En daar was een expositie volgens mij. Of uh, ja, volgens mij was er een expositie, ik weet het eigenlijk niet eens meer. En jij stond buiten in de kou met een of andere jongen uh, te discussiëren. Ik zag in je ogen dat je ook niet heel erg geïnteresseerd was in die discussie, maar je was helemaal op stoom. En ik stond uh, een beetje achter en ik stond een beetje mee te luisteren over de, over de schouder, zeg maar. Toen hoorde ik jou eigenlijk hem uitleggen hoe jij het zag. En, uh, en toen zei je van we zitten in een culturele paradigma shift. We zitten. Uh, en toen begon je heel die wolk aan hem uit te leggen. En, hij, en je zag aan hem dat hij er eigenlijk helemaal niks van begreep. Maar ik kon het best goed volgen. En ik hoorde dat je hem best wel dat je het best wel goed beschreef. En het was eigenlijk een grappige situatie. En een van, de, een van de voorbeelden die je gebruikte toen om hem te overtuigen. Was, uh, dat waren de schilderijen van Rotko. En toen begon je toen heel erg ja, af. Af te schilderen als iets wat, wat door, het, door de kunstsector overschat werd of op een bepaalde manier werd gezien. En, en, en je, je stelde het tegenover hoe jij dat anders zag. En toen stuurde ik jou even later een, een app-berichtje eh, om te vragen van wat bedoelde je nou precies met, de, met, de, met die schilderij van, oh, van ja. Rodco? En toen zei je van ja, en toen hebben we dat ooit eens dus een keer zo van, daar kunnen we vast wel een keer over praten zodra jij een podcast hebt. <laughs> dus dan denk ik, ja, dat lijkt maar een, een mooi beginpunt. Wat yeah. is er nou mis met die schilderijen van Rothko? Yeah. Ik denk dat als we dat op tafel leggen... dat we dan ook begrijpen waarom je... wat je bent gaan doen daarna. Snap yeah. je? Dus kun je daar iets over uitleggen? Wat is er nou, wat, wat is er nou met, met zoiets... Weet je, dat wordt toch, ik, ik zie dan Joost Wagenman voor me in De Wereld Door... Die dan uh, aan Matthijs van Nieuwkerk uitlegt van hoe prachtige schilderijen dat zijn. En hoe ontzettend hij geraakt is door die schilderijen. En wat er allemaal in zijn lichaam gebeurt. En hoe hij al zag dat het zo ja. geniaal is tijdens zijn snoepreisjes naar Amerika. Ja. En helemaal in vervoering. En dan uh, dat DW, dwdd publiek allemaal denken van ja, die rotko is fantastisch. En ik zie het ook. En iedereen is in die, in die doeken aan het kijken om, dat, om die magie te ontdekken. Ja. En jij zegt eigenlijk van uh, ja, dat, dat ja. Je ziet dat heel anders. Dus ik ben benieuwd. Kun je, kun jij, kun je proberen om, om dat opnieuw even voor mij... Uh, ja, stel dat ik... Nou, dat kleren van de keizergevoel... wat je van Rotko of van andere abstracte kunst krijgt... dat is natuurlijk iets wat andere mensen ook beschreven hebben. Maar ik denk dat wij, Kate en ik, met Kirak... zijn gaan nadenken over... Van hoe, wat voor verlangen naar magie is dat? Hoe, hoe komt het dat, dat we zo graag die magie willen toeschrijven... aan zo'n zo soort... Vlak waarop eigenlijk niks anders te zien is dan een kleur. Um, en dat is een behoefte aan. dat zo'n vlak of zo'n kleur of zuiver materiaal, zuivere uh, verf. Um, dat in ons kan. teweeg kan brengen. Het is eigenlijk een verlangen naar een soort. oorverdovend effect van kunst en van schoonheid. En tegelijkertijd. Um, en, uh, en dat moet ook dan met die kunst gebeuren, met zo'n abstract vlak. Dat is heel gek. Uh, dat die twee dingen samenkomen. Als je naar uh, Bernini kijkt in uh, Italië, dan zie je dingen die heel erg gemaakt zijn om dat verdovende effect te hebben. Een vrouw die klaar lijkt te komen terwijl ze met een pijl doorboord wordt. Maar waarom wordt er van ons nu verwacht dat wij dat effect. Krijgen door naar Rotko te kijken. Dat is, dat is maf op een bepaalde manier. En dat heeft volgens mij te, te maken met de culturele ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Dus we zijn er als het ware langzaam geconditioneerd om op die manier naar kunst te gaan kijken. Naar abstractie te verlangen. En daar gaat het volgens mij over. Ja, ja, ik, 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 volg, ik volg helemaal wat je zegt. Ja. Dus Jij zegt eigenlijk van. Uh, ja, Rodko is in dit geval maar een voorbeeld, hè? Dus, uh, maar dit is eigenlijk iets wat breder speelt. Je kunt ook over Jackson Pollock beginnen. Ja. Dan zou je het nog over een bepaalde techniek of esthetiek kunnen hebben die ja. aanspreekt. Dat, dat schreeuwige, grote doek en die, die slierte verf of zo. Dat dat, ja. dan, dan, zie je je voor, dan zie je hem en zijn gekte voor je in die kamer of zo. En dan word je zo emotioneel zoals hij misschien is geweest of zoiets, hè? Ja. Bij die Rodko is het dan inderdaad een heel groot schreeuwerig doek, zou je kunnen zeggen... Jij zegt, dat moet dan diezelfde gevoelens oproepen, zoals wat we misschien twee of drie eeuwen geleden bij niet hadden. Ja. Maar, maar, maar dat is gewoon echt wel op een heel ander level vakmanschap, zo'n Benini. Nou, nee, het gaat iemand om het vakmanschap, het gaat om de esthetische effecten die dat, die dat ding in zich heeft en waar je naar kan kijken. En het gaat denk ik om dat voor ons als mensen nu verwacht wordt dat we in vervoering raken van niks. Van... Uh, en dat is, heel, dat is, dat is heel, heel maf. En kun je, kun je, dat, kun je dat uitleggen? Want uh, ik heb wel op een intuitief level dan dat ik denk van ja, dat is maf, maar misschien is het goed om het eens dus onder woorden te brengen. Wat, wat, wat is daar nou maf aan? Uh, Waarom is dat maf? Ja, omdat het. Uh, het gaat over het voorspelbare karakter daarvan. Het gaat over dat je dan allemaal op dezelfde manier reageert op een bepaalde code. Um, ja, er zijn eigenlijk er zijn heel, veel, heel, veel, heel veel dingen maf aan. Um, ik vind het moeilijk om nu gewoon zo daarover te gaan, een soort van rant of zo, omdat het nu eigenlijk helemaal niet in die, in die, in die trip zit. Mm -hmm. um, maar misschien is het juist ook goed om het niet als een rant te zien, maar juist als een als, stel we staan: je staat in een soort grot in het midden en je hebt een zaklamp en je bent die zaklamp werkt eindelijk en je moet die weg naar buiten vinden, snap je? Op die manier begin ik nu even in een soort ja. random entry point bij, Rod, bij komen omdat dat eigenlijk het moment is waarop ik aanging bij jouw verhaal destijds. Ja. Ja. En ik probeer nu gewoon uit die grot te komen, zeg maar. Dus ik begin gewoon hier en mm. ik denk, we komen wel ergens, snap je? We komen gaandeweg op een spoor ja. van dat is het niet of dat is, dat is opvallend. Uh, en ik probeer te begrijpen wat, wat voor jou, voor jullie, dat moment is geweest. Dat je op een radicale manier breekt met die manier van kijken naar wat je van kunst verwacht, of hoe je zelf kunst wil maken. Snap je? Daar wil ik ja. natuurlijk uitkomen. Ik wil begrijpen, echt, echt van binnenuit, op welk punt je zit. Als jullie, ja, laten we zeggen, als we even dat eerste filmpje van jullie nemen en jullie, jullie gaan naar de appel, wa waar zit je in je hoofd en met welke ja, bijna subversieve agressie sta je daar eigenlijk in alle vrolijkheid dat filmpje te maken? Wat is ja. daar aan voor afgegaan? Uh, dat moment probeer ik natuurlijk te begrijpen, snap je? Ja, Zodat maar dat, we... dat, 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 kan ik, dat kan ik vrij eenvoudig uitleggen. Als we dat rotka bijvoorbeeld een heel klein beetje loslaten en het meer in het algemeen trekken. Ik zag in de kunstwereld. aan de ene kant heb je het kleren van de keizer-effect. Dus je ziet heel veel onzin-kunst die dan heel gewaardeerd wordt. Hmm. Maar je ziet ook patronen. Wat voor type onzin-kunst wordt dan wel gewaardeerd of heel hoog? Um, en dat. Als je die patronen gaat zien en gaat beschrijven, dan heb je eigenlijk een heel interessant gesprek. Want daar, dat is een heel labirint, een heel dol van conventies en van manieren van kijken. En hoe je hoort te reageren op kunst. En dan, um, mijn ontdekking was eigenlijk dat je over een kunstwereld die in mijn, ogen, in mijn ogen dood was. En kunst produceerde die niets aan was. Door die wereld heel erg te gaan beschrijven als een antropologisch object. Um, dat je dan heel interessante films kan maken en een avontuur kan beleven in die wereld. Dus om ja. eigenlijk niet meer zorgen te maken over dat Rothko shit is en dat de kunstwereld vol met troep is, maar veel meer dat echt als een rabbit hole te zien waar allemaal dingen waar allemaal dingen heersen en gebeuren. Dat is dat is de ontdekking van Kirak. Dus hoe maak je het feit dat er zoveel Rothkos in de wereld zijn weer interessant? Ja, voor jezelf. Ja, ja, dus eigenlijk, eigenlijk zit ik, dus ik zit eigenlijk met mijn rotko vraag helemaal nog voor dat moment. Namelijk dat je eigenlijk, wat, wat we misschien allemaal op onze eigen manier wel zien, dat, er, dat je een bepaalde ergernis... Ik heb hetzelfde ook in de literaire wereld of tuurlijk, in, tuurlijk. in de wereld van het theater. Ja. Uh, heb ik ook diezelfde momenten allemaal gehad. Ook heel, heel vroeger in de wereld van het cabaret of in de... Toen ik, uh, weet je wel, je, je, je ziet je, in de televisiewereld of bij films of zo, hè, of in de muziek, je hebt de hele tijd in al die subculturen datzelfde... dat je je ergens ergert aan, aan die monocultuur... die zich presenteert als diversiteit ja. of als divers. Ja, Weet je dat wel? was heel erg mijn gevoel. Want dat, dat in 2013 was dat denk ik dat ik dat zo begon te formuleren. Toen bezocht ik de kunsthandelaar Stefan Simcovic in Los Angeles. Daar heb ik ook een film over gemaakt, aflevering 8. En die, ehm, die verzamelde en verhandelde... Kunst die heel erg gebruik maakte van het aura van diversiteit. Maar ik kon eigenlijk in al die kunst eigenlijk geen verschil ontwaren. Terwijl al die verschillende kunstwerken er, al die kunstwerken er verschillend uitzagen. Ja. Dus ja. jij zat eigenlijk zo dicht op, op iemand, op een Art Dealer eigenlijk. Of hoe zeg je dat? Simkovic is een, een Art Dealer toch? Ja, hij verandert kunst, maar hij verzamelt het ook. Je ziet ook in het begin van die films hier ook zo'n jong iemand. Eigenlijk, die net met hem aan het werk is. En die klaagt ook een beetje tegen jou toch. Die zegt dan van. Ja, ik moet, het, ik moet het aanleveren, maar dit niet en dat wel. En hij voelt zich eigenlijk in die mal gedrukt. Ja. En daar is hij ook een beetje over aan het filmineren. En tegelijkertijd portretteer je hem... en krijg je heel veel sympathie voor zijn manier van werken. Voor die uh, art dealer, bedoel Ja, voor Simcovic. Ja. En dat, dat is mooi, omdat je dan eigenlijk die twee kanten begrijpt. Je begrijpt... Tenminste, zo kijk ik naar die film. Je begrijpt, je begrijpt eigenlijk Simcovic in hoe hij de markt bespeelt. Ja. Hij zit ook maar in die kunstwereld... en hij legt jou heel transparant uit... van ik moet wel zo werken, ik moet wel dit doen. Dit is hoe mijn praktijk werkt. En tegelijkertijd werkte hij met die kunstenaars... op een bepaalde manier. En die voelen zich eigenlijk in een mal gedrukt. Ja. En daardoor zie je eigenlijk ook... hoe dat weer monocultuur wordt. Hè? Hoe eigenlijk, hij eigenlijk op dezelfde manier... zoals iemand zeg maar, in Brazilië soja verbouwt... eigenlijk met kunstenaars omgaat. Ja. Terwijl, terwijl dat zich, hij dat verkoopt dat als iets wat... Divers en hip and happening is. Ja. Is dat wat je bedoelt? Ja, zeker. zeker ja. Ja. En dus jij, jij, dus jij zegt in 2013 ben je, want volgens mij is de eerste kirak in 2016. Ja. Dus daar begint dan een barst te ontstaan of zo. In hoe je kunst maakt of hoe je daarnaar kijkt. Of uh, dat dat, 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 dat het breekt iets open of zo. Of, of hoe werkt dat dan? Nou, ik, ik merkte dat, dat ik met mijn kunst nergens kon aankloppen. En ik begon te, te concluderen, denk ik, dat dat te maken had met de mentaliteit. Die gepaard ging met mijn werk en mijn houding. En, 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 ja, voor, de, voor deze mentaliteit is geen ruimte. Het heeft niet zozeer te maken met de esthetiek of met schoonheid, maar gewoon met. En welke mentaliteit wordt wel geaccepteerd? En dat is toch eigenlijk vaak het idee dat. dat kunst dan iets bijdraagt aan een betere wereld. of dat het. Um, uh, je inderdaad in een soort vervoering brengt, zoals zo'n abstract schilderij dan zou doen. Hè? Dus dat je. dat, yeah. nou, dat je eigenlijk. Dat je, dat je die schoonheid in jezelf vindt. Je, jij bent mooi als je naar zo'n abstract schilderij kijkt, omdat jij die schoonheid daarin ontdekt of ontwaart. Er zit wel een vorm van eerbied in naar het kunstwerk eigenlijk. Ja, hè? heel eerbiedig. Het is eigenlijk en... zo van: van ik, ik heb iets, er is iets raadselachtigs met dit werk, en ik ken het raadsel nog niet. Ja. Maar als ik ervoor open sta en maar lang genoeg kijk. Dan openbaart zich die, die, dat diepe wat erin zit. En dan kan ik me nederig naar dat diepe opstellen. Ja. Dat, dat, dat zijn alle stapjes die je dient te maken. Iedereen loopt. Het, het, het hangt in het stedelijk. Dus het zal wel belangrijk zijn. Ik snap het nog niet. En daarom staat ook dat nieuwe kleding van de keizergevoel. Hè? En dan kan natuurlijk, uh, als je zo rotkoopt, bijvoorbeeld dan, om helemaal weer aan te halen in het echt, is het dan nog iets groter dan je dacht. Of nog iets roder dan je dacht. En ja. dan kun je dan meenemen in, je, ja. in je, en je. En je hebt net iets meer voorkennis. Ja. Net als bij uh, matchfixing eigenlijk. Ja. En dan kun je dan zeggen van. Uh, ja, ik voelde echt wel. Er uh, ging echt emoties door dan, Maar dan moet je alweer in die nederigheid schieten om met je gesprekspartner te kunnen, eigenlijk, ja, zoals Matthijs van Nieuwkijk dan met, met, met uh, Joost Wagerman in de Wereld Door... enthousiast is over Rotko. Ze hebben al consensus over het feit dat, dat die magie iets, die, die magie bestaat. En ja. zij zijn nederig ten opzichte van die magie. Ja. En, en dat is dan het hele toneelstukje, toch? Zijn ja, je en het is natuurlijk ook heel vermoeiend om de hele tijd opnieuw te beginnen, weer opnieuw te bepalen wat je wel of niet mooi vindt. Ja, dus het is, dus, dus elke cultuur zal zo'n structuur kennen. Ja, um, en maar het is altijd dus, dus mensen die niet zoveel, die niet zo ingewijd in kunst of in cultuur zijn eh, en die horen ons dan praten en die, die dan krijg je al heel snel het gevoel van ja, maar wat dan wel, dat je eigenlijk dan denkt van dan zit het natuurlijk een soort subversieve agressie eigenlijk altijd in dit afvallen. Ja. Zou, misschien zal ik wel helemaal niks mis met zo'n rotco, hè. Maar het gaat er volgens mij om wat dan echt goed is, hè. En dus, dus hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat dan zoiets? Die, dat, die monocultuur ja. en dat wat zich herhaalt en dat wat zich herbevestigt... Tot, tot dat wat dan echt goed is, waardoor je echt geraakt wordt, weet je wel? Nou, het verlangen om echt iets goeds te maken en, en, en ook een, een proces te ontdekken... waarin je denkt, oké, okay, als ik dit proces... Inga, dan ga ik misschien wel echt iets goeds maken of iets goeds zien. En de overtuiging dat, dat in de wereld waar je op dat moment leeft, dat dat onmogelijk is. Dus dat, dat die wereld dat, dat helemaal niet toe zou laten. Dat proces om echt iets goeds te maken. Omdat dat een aanval zou zijn op die eerbied, op die status quo, op die esthetische status quo. En op dat moment denk je, nee, maar dan moet ik dus mezelf. Via die ellende naar buiten, weg naar buiten werken. Ik moet dat met die ellende doen. Ja, dus je ziet eigenlijk, dus eigenlijk dat, dat moment dat je Kirak maakt. Uh, is eigenlijk het moment dat je ziet dat dat mogelijk is. Omdat je eigenlijk. Ja. Uh, zeg, maar, zeg maar dat moment dat je dat hele veld kan bespelen. door het juist mee te nemen. Door eigenlijk. Ja, ik heb niet het gevoel dat ik een. Nou, misschien soms wel. Ik heb soms wel dat ik een spel speel. Met een, niet met een veld, maar wel met iemand of een kunstenaar of een figuur in het veld. Ik denk stoppen met veel Ik weet je wel, dat je gewoon die persoon in het veld aanspreken. Of dat kunstwerk. Of ja. eigenlijk weer specifiek maken. Ja, dus het begint eigenlijk heel klein weer. Hè? Ja. Dus je, je hebt eigenlijk dit inzicht dat je daar doorheen kijkt. En dat, dat je eigenlijk opnieuw begint. Met eigenlijk een nieuwe poëtica die klein is en die je bij jezelf houdt. En kun je dan iets vertellen over hoe dat dan is gegaan? Die heel concreet, vanaf dat moment dat je uh, dat begint te zien bij Simcovic... naar dat je voor het eerst uh, met een camera de wereld ingaat... en dat materiaal gaat schieten en dat dat gaat werken... dat dat filmpjes worden, dat dat films worden. Kun je dat, kun je dat nog weer terug, terughalen? Hoe dat dan... Nou ja, dus die, die, die Stefan Simcovic is misschien een goed voorbeeld... omdat je gaat erheen en je wil hem graag gebruiken... om iets aan te tonen over jouw kunstopvatting... dus dat hij generiek is, abstract is, te erbiedig is. Maar dan zie je dat die, die man, die art dealer... Persoonlijke redenen heeft om heel erg verslaafd te zijn aan het eerbiedige karakter van die kunst. En dan ga je het dus daarover hebben en niet alleen maar over die eerbiedige kunst. Dus je, je komt een specifieke situatie tegen. En daar gaat die film uiteindelijk over. Over die relatie die hij heeft met die eerbiedige kunst. Um, nou ja, dan heb je dus eigenlijk al, al je vorm. Dan ben je eigenlijk al ontsnapt uit het probleem. Uh, en. In die soort van ontdekkingsreis zitten we nog steeds, denk ik. Mm -hmm. uh, want die wereld is. We zijn eigenlijk begonnen met de kunstwereld. Maar die. heel veel van die eerbiedigheid die je in de kunstwereld heel vroeg zag. Ook ten aanzien van activisme en politieke thema's. die is nu als het ware helemaal klaargekomen en geëxplodeerd in de echte wereld. De eerbiedigheid waarmee we met het milieu omgaan. met uh, corona, met uh, identity politics. Dat is, helemaal, dat, heeft, dat is helemaal overgespoeld. Um, dus dat lijkt ook heel erg op elkaar. En uh, dat is wat we gaan vermengen. Dat is denk ik de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Ja. Dus, ik, dus die film over die art dealer, die gaat erover hoe hij activisme betrekt in zijn kunst. Dus heel erg graag Afrikaanse kunstenaars dealen omdat hij daar iets bij voelt. En... Uh, en die kunst moet dan aan bepaalde esthetische voorwaarden voldoen. En, nu zie je, en dat kun je dan ook weer in de wereld zien. Dus je ziet dan dat... dat Oké, okay, je hebt activisme. Je hebt uh, het idee dat we allemaal gelijk zijn. Maar hoe moet dat eruit zien, die gelijkheid? En met welke esthetiek wordt dat bedreven? Ja. Ja, ja. En uh, kun je iets vertellen daarover? Die, die, waar, waar moet die Afrikaanse kunst dan aan voldoen? Bij die, uh, bij die wat, 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 wat? Hoe werkt dat dan? Dat is een beetje een gekke vraag. Nee, dat is geen gekke vraag. Ik denk dat... Ja. Ik denk dat... In, in zijn geval... Die kunst moet sowieso verkopen. Dus hij moet het kunnen verkopen als... Het moet een beetje lijken op wat we al in het westen maken. Anders kan hij het niet kwijt. Dan dus kan hij niet overleven. En die kunstenaar zelf moet iets... Trotserends hebben. Iets... Um, iets wat Simco van in vervoering kan raken. Iets wat hem zich klein laat voelen, zoiets. Die kunstenaar moet wat meer OG zijn dan hem, of zo. Minder gecorrumpeerd, minder, minder LA, minder, minder nep, of zo. Ja, ja, ja. Dus hij is eigenlijk ook al bezig met... Ja... Het is moeilijk, moeilijk om, te, om, te, om uit elkaar te trekken, maar... Um dus hij is daar op, de, op dat moment bezig met, met hoe, hoe dat gaat werken voor zijn markt, en hij gebruikt eigenlijk die, die, ook weer die, die, die clichés of zo uit zijn wereld, en ook de clichés uit de wereld waar hij iets mee heeft. Ja. En zelfs zijn verlangen om daar iets mee te willen lijkt ook een beetje gespeeld of zo, als ik die film goed herinner of zo. Ja, niet. Het is wel oprecht, maar het is een beetje. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja zoals een veelvraat die dan in één keer ook ineens iets heel anders wil uh, zich mee volproppen. weet je wel? Het is een beetje ja, ik zo... heb echt al ja, hij zeker had ik wel van ijsjes en zo. Dus dan is er van, er moet nu iets Afrikaans gebeuren. Dat is bijna alsof je eerst heel veel hotdogs hebt gegeten en dan ja. nou wil ik even, of zoals je een, een vreet keek bij het blouwen en dan heb je heel veel zoetigheid en dan moet er nou iets zout komen of zo, weet je wel? Ja, ja, en dan is iets. Ja. En daar moet dan op afgegaan worden. Dat ja, dus het zit, wel, ja. zit helemaal in die vermaalmachine. Ja. En, uh, en daar sta je dan naar te kijken en je ziet eigenlijk dat, dat perverse daarvan. Ja. En de de, de dus, dus en, en dan de de. de doorslaggevende, als je daarnaar kijkt, is eigenlijk van... oh ja, ik ben eigenlijk hem aan het portretteren En die gekte waar hij in zit, ja. zeg maar, dus um, eigenlijk alles bij elkaar. Die, het, is, het gaat niet over dat die kunstwereld um, monocultuur is geworden of saai geworden is. Dat zou een activist zeggen of iemand die boos is of gefrustreerd. Het gaat ook niet over dat die Simcovic uh, een andere... Uh, of dat, je, dat, dat dat beter moet of zo... Het gaat erover dat dat je eigenlijk die, die hele perverse dynamiek probeert uh, op een eerbiedige manier, op een eerlijke manier uh, te portretteren. Zodat eigenlijk dat hele psychotische portret ontstaat. Ja, maar zoiets. dat doe je volgens mij wel om af te komen van die, van die boosheid, de activisme en die frustratie. Ja. Dus je, maar omdat dat saai is om het over te hebben. Ik merk, ik merk nu al ook, zeg maar, hoe moeilijk het eigenlijk is om hier. Gewoon over te praten. Hè? Omdat je heel snel heel veel abstracties gaat praten. Wat wij ja, nu doen. Ja. Ik denk dat ik ook die films gebruik. Om daar dagelijks heel veel tijd aan te besteden. Gewoon drie maanden als een filmwerk, Zodat je twintig minuten hebt. Die echt van begin tot eind. Gewoon op te snoepen zijn. Zeg maar watchable zijn. Ja. Dus dat, dat denk ik dan. Zoals ik dan klaar ben met zo'n film. Dus het is, het is, het is, het is, het is op een of andere nog Een hele abstracte, onderdringbare, beetje religieuze materie. Het is een beetje vaag kunst. Ja. Uh, je zit met je eigen activisme. Ik wilde die man uh, eens even laten zien uh, dat hij geen verstand van kunst had. Uh, en, en dat gaat vervelen. En je, zoekt, en je gebruikt dat, pro dat project eigenlijk, die, die, dat, die film, om, om daarvan te genezen. Ja, precies, ja. ja. En dan op een gegeven moment... Want, um, want die Simcoe-film, dat is eigenlijk de achtste aflevering van wat uiteindelijk Kirak wordt. Ja. Terwijl je daar in 2013 mee bezig bent. En eerst komen er nog allerlei... Andere films. En het begint eigenlijk met hele korte snappy filmpjes. Hè. Eigenlijk de eerste aflevering. Die zal geen, geen tien minuten duren, denk ik. Nee, zeven minuten of zo, ja. Ja, en, 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 en hoe, hoe, hoe is dat ineens ontstaan? Hoe is dan in één keer die aflevering één ontstaan? Wat is dan het begin geweest? Dat je in één keer naar, die, naar de appel gaat. En, en daar dan een, 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 een melige, scherpe dag met elkaar hebt. En dat je denkt, dit is eigenlijk gewoon aflevering één. Hoe... hoe Kun je daar iets over vertellen? Of? Nou, omdat, omdat Kate is heel erudiet... en zij heeft die archeologische achtergrond. Dus zij is gewend om naar materiële cultuur te kijken... Uh, met die archeologische kijk. En je verwacht dan wel dat dat ook gaat werken... als je die dan... die, die gaat toepassen op die hedendaagse kunst. Hè? Dus niet op hele oude cultuur, maar dan nu hier. Dat is ergens oneigenlijk en grappig... want je dan voorbij de perstekst gaat... je gaat gewoon naar die dingen kijken... En je verkracht die dingen een beetje met die archeologische blik. Mm -hmm. um, dus er zit een moment in die aflevering die ik altijd heel erg... Maar om het punt af te maken. Ja, sorry. Wat, en, maar dat is heel moeilijk om, daar, om dat interessant te maken. En op een gegeven moment is er een moment waarop zij een blokje van een kunstwerk af wil schoppen. Een gouden blokje. En dan wordt het één enkel lichamelijk. Gewoon die weerzin die je voelt bij die stomme kunst. En zo. En toen had ik als het ingang van die film eigenlijk... Kate's lichamelijke aanwezigheid in die ruimte... en haar lichamelijke reactie op die steriele, stomme shitkunst. Dat, dat vond ik dan charmant of zo. En daar kon ik iets mee. Daar, daar kon ik een ritme mee bouwen. En die theorie die er ook in zit, in die film... die, die volgde daaruit voort. Dus je bent eigenlijk op zoek naar vorm. Naar schoonheid in zekere zin. In ja. dit geval de schoonheid van dat meisje of mijn vriendin in die ruimte. Je stond jij al lang te filmen op die dag? Of, of ontstond dat gewoon heel spontaan? Of waren jullie al de hele middag aan het vloeken en aan het tieren op die, ja. die kunstwerken? En zijn jullie daar ook naartoe gegaan met het idee van we gaan daarheen en we vinden het waarschijnlijk verschrikkelijk, maar we gaan gewoon, gewoon een beetje filmen. Om te zien of, of wist je niet wat je daar aantrof? Uh. Ja, en ook al die momenten dat je dan rondrijdt van oh, dit wordt niks, kate, en wat zullen we weggaan, het heeft geen zin. Dat is uiteindelijk heel erg grappig. Die, ja. Dat je geen grip krijg, krijgt op die, op die ruimte, die witte ruimte waar dan die shit kunt ja. Dat zegt natuurlijk heel veel. Ja, dus het dus eigenlijk weer hetzelfde, hè? wat je dus bij die Simcoe-film ook zegt. Dat je eigenlijk heel lang aan het filmen bent. En op een gegeven moment ga je iets zien wat dat doorheen breekt eigenlijk. Dus in ja. dit geval um, heb je eens meer weer je camera's uh, meegenomen naar een plek waar je geen, geen hoge verwachting van hebt. en. Waarvan je denkt, nou misschien zit er materiaal in. Je draait er omheen en uiteindelijk roept het een soort agressie op. En, en dat, daar, daar komt niks uit voort. Maar iemand gaat een beetje door die ruimte lopen. En in één keer zie je ja, dat ongedurige, dat ronddralen, dat ritme, dat visuele. Dat zegt me iets over dat niet kunnen grijpen, terwijl het toch die agressie is. Ja. En daar, 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 dan denk je, ah, er zit iets van leven in deze in dit materiaal of? ja en ook het maffe verlangen om naar tentoonstellingen te gaan zoals zoals je ook misschien het verlangen hebt om een kerk binnen te lopen en gewoon eigenlijk die stad te ervaren hè? met die grote witte ruimtes waar dan die kunst is of ja dat dat maar dan die dat dan die kunst altijd shit is of zo dat is zoiets weirds ja en dat zat, zit volgens mij ook in die film en dat... er zit ook altijd een beetje een soort cognitieve dissonantie uh, als bezoeker want je gaat naar een stad ja en dan ga je naar het Grote museum, ofzo, het ja. Museum van Moderne Kunst, of zo. En dan ja. er zit altijd dat, nog dat laagje van dit zal wel heel goed zijn. Want ja. ik ben één dag in Denemarken en dan ga ik toch maar even naar de, het museum van Denemarken. Je ja. betaalt 15 euro wel, wel veel geld, maar het is ook belangrijk. En dan ja. loop je al die zalen in en dan zie je weer zo'n zo helm met spikes en een, een paar Tina Turner. En ja. En dan allemaal mamotjes en allemaal van dat soort dingen of zo. Ja. Spijkers en lijm en zo. En dan, en dan en je zegt maar tegen jezelf van... nee, maar ik, ik, ik zie het vast niet. Maar. Terwijl als, vaak is er dan ook één of twee werken die dan wel goed zijn. Dan zie je ook wel meteen, oh, dit is wel goed of zo. Hè? Dus je, je reflecties zijn dan wel in orde of zo. En da, daar heb je het toch over. Hè? Dat, waarom doen we dat? En waarom blijven we maar onszelf voor de gek houden? En dan op een gegeven moment ga je dan met Kate daar die dag... En in één keer zie je die agressie van ik wil het eigenlijk omschoppen. Of, uh, ja. En in één keer wordt dat dan een filmpje of zo. Wat een filmpje. ja en, 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 dan, en dan denk je ineens op een soort subversieve bui van laten we dit maar uitbrengen. Of, of denk je meteen van dit is groot of dit is goed. Of, of, probeer even dat moment uh, te begrijpen. Oh, dat vind ik wel ingewikkeld hoor. Het is ook alweer een tijd geleden. Volgens mij hebben dat ook weer een half jaar laten liggen. Omdat ik eigenlijk niet zo goed wist wat het was. En op een gegeven moment toen. viel het, ja, was dat er een soort van goed ritme in. Toen kon ik dat uitbrengen. Um, en het klikte eigenlijk pas toen ik merkte hoe ongelooflijk boos. On, eigenlijk onevenredig boos mensen daarvan. Waren. Ja, dat, 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 daar ben ik dus ook heel benieuwd naar. Daar, Waardoor die plek tot leven kwam, zoiets. Dat, dat, dat was het, denk ik. Want daar dat wilde ik inderdaad nu naar vragen. Van die, die eerste aflevering, ook die tweede aflevering. die zorgde meteen voor een enorme controverse in Amsterdam. Ja. In ieder geval in de, in de hipster scene, noem ik het maar even. In de Amsterdamse. Ja. scene. Ineens waren mensen heel erg boos om, die, om ja. dat filmpje van jullie. Ja, mensen zijn wel vaker. hierak heel... 1 en ook hierak ja. 2. Kun je. Ik, Kun je iets daarover vertellen? Wat, 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 wat gebeurde er dan? Wat was die woede? Nou, mensen zijn wel vaak heel erg boos op mij, maar dan merk ik dat niet zo. Mensen vergeten dat dan weer of ik vergeet het weer. Maar nu, die, die, die toon die dat filmpje, wat dat filmpje raakte, dat, het was eigenlijk heel erg zichtbaar wat dat teweegbracht. Ja. Dus ik kon eigenlijk een beetje naar mezelf kijken, naar het effect van als ik uh, retorica be uh, bedrijf, wat er dan gebeurt, dat stolde in dat filmpje. En dat is heel prettig, dat was, dat was voor mij een ontdekking. Daar, daar vond ik, vond ik een vorm nou Als ik op een opening sta en ik zeg tegen, ik zeg tegen iemand wat ik van hun werk vind, dan, dan draaien mensen zich om. Of ze, of ze denken, nou, met die ga ik ook niet meer praten, dat is niet gezellig op een opening of zo. Ja. En dan word ik waarschijnlijk heel dronken die avond omdat ik me verveel of omdat ik me uh, weet ik veel, eenzaam voel of zo. Maar uh, als je dat filmpje maakt en het staat op YouTube... dat geeft mensen het gevoel dat het nooit meer weggaat. En die kunstenares waar het over ging, die had het gevoel... ja, maar nu staat er voor de rest van mijn leven... is dat dit filmpje van mij online, weet je wel. En mijn werk zou altijd bezoedeld zijn ja. door dit filmpje. En ik kan eigenlijk ook niks meer maken wat aan ontsnapt. Want zij ziet ook wel dat die kritiek fundamenteel is. Ja. Dus dat is gewoon... Maar dat, dat... is eigenlijk... Dus het feit dat die kunstenares dat zegt... bevestigt eigenlijk die kritiek, toch? Op een maffe manier. Of ik bedoel... Kijk, ik zou zeggen... Even heel, heel dom gezegd, maar dus ja, we maken allemaal kunst en kunstwerken. En in het ideale geval uh, zijn er mensen die die kunst serieus nemen. Nou, als, in, als die mensen die kunst serieus nemen, is het volgens mij 50-50... dat mensen er iets mee kunnen of niks mee kunnen... Uh, en kritiek hebben of het lovende kritiek hebben. Eigenlijk zou dat gewoon... De ik bedoel, 50-50 is wat gek gezegd, maar ik bedoel... Het is een beetje random, snap je? De een kan er veel mee... Ja, ik heb nooit zo met die soort van vrijblijvende. Ik denk dat kunst echt en de kunstenaar echt bezig is. om mensen bij de kladden te grijpen. Ja, um, nee, maar ik bedoel, het kan dat dat niet lukt, toch? Dat je, ook, ook, ja, maar dan heeft, heeft, die, heeft, die, heeft die kunstenaar dat wel geprobeerd om dat te doen. En dan is ja. het tussen. Dan is die mislukking ook betekenisvol. Dan is dat, dat, is, dat, is, dat is treurig. Hey, wat, ik, wat ik denk ik wil zeggen is dat zij toch tegen die kritiek zou moeten kunnen. Dat zij een logische reactie zou zijn. Wat vet. Er zijn te jonge, bevlogen kunstenaars die mijn werk zo serieus nemen. dat ze daar een film over hebben gemaakt. En jammer dat het niet ja, is. En ik kwam bijvoorbeeld mensen tegen. die dan goed bevriend met haar waren. En ik ben trouwens ook bevriend met haar. Ze heeft me alleen nooit meer gesproken sindsdien. Maar... Ja. Saskia van Imhoff heet de kunstenares. Nee, ik heb haar laatst ook ontmoet. Ik vond haar heel erg leuk. Ik, ja. vond, ik vind het ook, heel, dan ergens van ook de... heel, heel lullig dat ze dan zo, of heel verdrietig... dat ze er dan zo kut over vindt. Maar ik denk gewoon van... ja, maar jullie nemen het toch juist heel serieus... door daar zo naar te kijken of zo. Dus ik zie de schade niet. Snap je? Ik denk gewoon van... we praten toch allemaal hard en pas, passievol over kunst of zo. Ja, maar mensen zeggen dan over haar... ja, maar zij is zo onzeker... en dat maakt haar ook zo'n mooi mens... en dat is, zo, dat is zo integer aan haar... dat zij zo kwetsbaar is... En dan gaan jullie daar als een soort stoomwals overheen. En dan maak je dat af. En dan verpest je eigenlijk die, die mooie, kwetsbare schoonheid. die zij is en die haar werk ook is. Dus die eerbiedigheid voor dat. Ja, dat, wie, object, dat is weer die eerbied. Hè? Dat zit daarin. En zij. zij, zij ja, ik denk dat zij een heel ambitieuze, vrij geslepen. carrière-tijger is. Ja. Uh, en ze zal ook zeker onzeker zijn. Want. Uh, um, ja, gewoon hoe zeg je dat? Imposter-syndroom. Maar. Dat, um, dat is dus dat is wat zij verkoopt. Dat is, dat ja. is, dat, uh, en die kunstwereld heeft natuurlijk een, een, een monopolie op, op, op emotie en wel die emotie. En andere emoties gaan we niet doen, want dat is allemaal voor narcistische gekken die gepassioneerd willen discussiëren en willen, willen overwinnen met hun kunst. Je moet van die integere, integere muurbloempjeskunst of. En als het, als het schreeuwt, dan moet het een, een, een Afrikaan zijn die echt boos is om een reden. Weet je wel, zoiets. Ja. Uh, ja. Maar, dat, maar dat was inderdaad iets, en dat lees ik ook terug in, als ik online ga, daar duik, in wat volgens artikelen die vervolgens over, over jullie verschijnen, bijvoorbeeld in de Volkskrant, dan staat er dat, dat jullie een soort van, van de schrik van de kunstwereld zijn in een hele korte tijd. Of als jullie op Radio 2 zijn, dan wordt dat ook... Op die manier aangekondigd, van alsof jullie dan een soort van ja. zeg maar, een soort boemannen of als het Ghostbusters zijn <laughs> of zo. Of, ja, weet je wel. Van oh, terwijl ergens is dat, is dat effect zo vreemd, omdat ik denk van volgens mij praten jullie niet anders over kunst dan zoals wij allemaal altijd al deden thuis of op onze studentenkamers of als je naar films kijkt of zo. Als je met z'n allen een film aan het kijken bent en je bent 16, dan praat je toch met diezelfde passie en diezelfde hardheid... je wil toch niet anders over kunst praten... dan zo, denk ik. Zoals jullie daar in die, in die ruimte staan. Dus ik vind ja, het ergens maar... zo raar dat, ja. dat er zo wat gereageerd... op de kunstwereld van... Nou, ja, klopt wel. Maar wat ik, ik denk dat het, het grote verschil... tussen een Hollywoodfilm is... die is gemaakt om jou te entertainen... en die, die kraak je ook zo af... of die beoordeel je zo van... vond ik hem echt vet om te zien... Terwijl die kunstwereld heeft een veel lokale karakter Dat, dat Dit staat in die zaal waar je dan naartoe gaat. Waar jij dan dat vrome object bent. Wat een beetje staat te bungelen op je benen. Ja. Terwijl je staat te kijken. Dus dat is, dat is echt het verschil tussen film en beeldende kunst. Maar film nu. Of vooral in die film. Of die met concentratie gekeken moet worden. Begint nu. Of heeft al een tijd. Dat karakter van die eerbiedige kunst gekregen. De laatste ja. tijd. Dus ik denk eigenlijk dat nu mensen ook zo over film praten. Hoor. Zeg maar. De 16-jarigen van nu. Kan ik me voorstellen. Dat het, die dan naar een soort van artfilms kijken of zo, ja. hè? Niet, niet als je het gewoon hebt over, uh, weet ik wat, een, een actieheldenfilm of zo. Ja, ik, ik bedoel denk ik dat, dat dus de controverse bij die allereerste Kirak... is eigenlijk dat jullie op een bepaalde no-nonsense manier... gewoon praten over wat je ziet en daar eerlijk over zijn. Dat dat dus controversieel is of zo. Dat ik dat vreemd vind. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk... en waar, waar mensen dan echt boos over zijn, is het inderdaad dat de kunstenares dan verdrietig is. Terwijl dat blijkbaar een persoonlijke vriend van jou is. En uh, ja, ik snap natuurlijk wel dat de, kunstenaar niet, de kunstenares dat echt niet leuk vindt. Dat is natuurlijk heel makkelijk om dat, om dat, om dat te begrijpen. Ja. Maar ik vind het raar dat dan de, de scene eigenlijk, de Amsterdamse hipster scene... Zo, uh, zo beschermend is naar die kunstenares. En niet gewoon denkt van... Ja, waarom wordt er eigenlijk niet gewoon zo over kunst gepraat met deze eerlijkeheid en rauwheid. En worden daardoor die exposities niet weer gewoon beter? Want, want dit is wat kunst is, toch? Wat je ja, van... je, je snapt echt niet waarom mensen dat doen. Ik snap waarom mensen dat doen, maar ik begrijp, ik, ik begrijp. Ja. Ja, ik weet niet wat ik wil zeggen dan. Ik bedoel, ik vind het zo, ik vind het zo vreemd dat, dat. Dat... Of zeg je dat? Er is, er is dus, dus, dus blijkbaar een heel groot misverstand over wat kunst is, denk ik dan. Ja. Is dat wat ik bedoel? Ja, of, jou, of nou, jouw kunstopvatting is dat jij graag discussieert en ruzie maakt en gepassioneerd over praat. En die van hun is dat ze graag in de rij willen gaan staan en allemaal even bieden een kruisje slaan voor die Rodko of die Saskia nog van Imhoff. Ja, ja, ja. Dus, dus, en die twee... dus ik ben eigenlijk ergens naïef, wil je zeggen dan. Nee, Omdat nee, ik nee, eigenlijk nee. geloof dat, dat die discussie bestaat, terwijl die discussie eigenlijk gewoon helemaal niet bestaat. Dat mensen inderdaad gewoon dat als een soort religieuze ervaring zien. Van... Nou, die discussie bestaat wel. En, um, en de strijd tussen die twee groepen mensen die, uh, wordt gevoerd met, uh, met, een, met een aanspraak op, op één kunstopvatting. Hè? Dus van gaan we, we gaan discussiëren net zolang tot we eruit zijn dat we willen dat kunst eerbiedig wordt of juist heel erg vrij omdat we in diezelfde arena die kunst moeten neerzetten. In diezelfde mm -hmm. stad of in diezelfde ruimtes. Uh, ik bedoel, er zijn natuurlijk meerdere ruimtes. Je kunt de ene kunst in de ene en de andere. Maar er is een soort centrale discussie over: oké, okay, wat moet het zijn? Yeah. En, 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 en laten we zeggen, onze kunst probeert de ruimte van die andere kunst in te nemen en vice versa. Die anderen, zij de vijand, zij weten dat als ik win... dat ik hun geen ruimte meer geef. Dat ik ze helemaal ja. op ga eten. Gewoon tot er <laughs> niks meer over is. Ja, ja, jij ziet het veel meer als een... Ja, dat bedoel ik met ik ben je naïef. Want ik denk van, het kan van alles bestaan. Zegt, ze sluiten elkaar uit. Ze ja, moorden ja, dat elkaar denk uit. Ik, ja. zo, het, het ze eten elkaar op of zo. Nou, het is in ieder geval een strijd om leven en dood. Dus ik bedoel, er zullen altijd schapen zijn en altijd roofdieren. Ja. Maar die strijden om leven en dood met elkaar. Ja, dus jij zegt op dat moment... Is jullie entree in die zaal een oorlogsverklaring aan een bepaalde type kunst? Ja, mensen voelen dat onmiddellijk. Dus je kunt eigenlijk ja, heel... Da daar komt die woede vandaan, bedoel je? Ja, want dat, dit filmpje is eigenlijk, als je het uh, een beetje plat feitelijk ziet... Een heel lief, onschuldig filmpje met ja. Kate en een wolle truitje die dingen zegt. Uh, niet, ja. uh, hè? Dat, dat is eigenlijk een heel... Dat is heel, dat is een heel onschuldig filmpje, daarom dat ik zo verbaasd ja, ben. Ja, mensen hadden het gevoel alsof er iemand op camera werd vermoord. Ja. En dat is natuurlijk, dat is een heel leuk contrast. Ja. Dat, dat ja... Dat is een ontdekking, denk ik. Dat je ja, 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 we zaten vanmiddag trouwens uh, een filmpje te kijken van, uh, van Jan Maat, van een heel tijd geleden. Ja. Weet je wel? En dan, die werd ook op die manier, 20, 30, 40 jaar geleden, echt helemaal verguist. Ja. En als je in de context van wat we, wat we nu allemaal weten, hem zien, dan, uh, dan zie je eigenlijk iets dat hij best wel een, ook een, een, op, iets op het spoor was. Weet ja. je. Ja, Voor uitzien zou kunnen noemen. Of mm -hmm. zo, hè. Maar het is ook een oorlogsverklaring. En terwijl, als je hem ziet, is hij eigenlijk heel rustig. Maar in, de, in dat moment zie je hem als iets heel gevaarlijks en engs. Of nou, het mooiste hij van dit is, is dat echt... die, die muns, die daarnaast zit, die probeert dan, dan te interviewen. Die is kritisch op hem vanuit de VPR-manier. Die probeert Jan als een nazi weg te zetten. Of in ieder geval te associëren met fascisme. Ja. En, uh, en die muns die wordt uiteindelijk zelf opgegeten door die, door die groep waarvoor hij daar aan het vechten is. Uh, ja, dat is natuurlijk prachtig om te zien. Jammer maar Dat is ook opgegeten. Ja. Maar iedereen, wat, iedereen in die ruimte was opgegeten. En, uh, ja. ja. Ja, dus ik, ik snap, denk ik, beter wat, wat de spraakverwarring is. Dus ik zie daar een. Uh, omdat ik zelf ook een, een uh, ja, cultuurkritiek bedrijf, zie ik, zie ik dan dat, dat filmpje als een heel mooi, onschuldig filmpje. En ik vind jullie redeneringen scherp en helder. En ik denk meteen van, ja, zo wil je toch over kunst praten? Waarom is dit niet, wordt dit niet op handen gedragen? Want dit is toch precies wat we allemaal willen? We willen toch kunst en kunstkritiek en cultuurdebat? Waarom is dit dan niet precies wat we willen? Want het zijn scherpe redeneringen. En uh, het is, weet je wel, daar heb ik toch van Kirak 1, hè? En jij zegt van, nou, begrijp je dan niet wat daar gebeurt? Het is een oorlogsverklaring aan een bepaald... Ja, de, de, eigenlijk de cultuurconsensus in Nederland ja. op dit moment. Het is ook een groep die graag geneukt wil worden. Dus ze, ze zeggen heel graag dat ze het niet willen, maar ondertussen kijken ze wel allemaal naar die filmpjes. Want er zit ook een soort steriel doodsgevoel in die mensen zelf. Die, ze moeten heel erg dat vrome doen, dus dat is heel saai. En mm -hmm. Daar voelen ze zich vervreemd van zichzelf. Dus ze willen, ook dat, ze willen ons ook als angstbeeld. Dus je kunt jezelf eigenlijk heel erg ook weer opwerpen als dat dat is natuurlijk het maffe aan een cultuurstrijd. dat er is geen echte leeuw en er is geen echt schaap ja yeah. het is allemaal metaforisch het is allemaal spel het is yeah. allemaal ik bedoel uh, muurste vpro uh, kunstenaar heeft een fascist nodig in de vorm van jan Mate om zijn satire te kunnen bedrijven de kunstwereld heeft een luizende pels nodig zoals wij uh, en dan en dan en dan en dan ik probeer meer als een luizende pels te zijn dus ik dus ik Soms vermoord ik me als... Ik ben maar een luis in de pels. Om dan iets, iets ergers te gaan doen. En, dan, ja. en als het even mislukt, dan verstop ik me weer. Als luis. Uh, ja, het is, het, is een, het is een dans. Ja. En een van de dingen die Kate volgens mij zegt in dat filmpje... In dat eerste filmpje is... Dat vind ik een heel grappig moment. Dat zij... of die blaadjes heeft die op stapeltjes liggen. En dan zegt ja. ze in de richting van... Dit is iemand die aan mij laat zien dat ze heel erg goed haar huiswerk heeft gemaakt. Ja. En dat is eigenlijk in één zin heel mooi uitgelegd wat de frustratie ook is. Dat je eigenlijk dan als je, als je heel goed weet wat, wat je moet doen en wat je niet moet doen, en dus je huiswerk hebt gemaakt, dan kun je dus heel goed presteren in die gesubsidieerde sferen en dan heel erg klimmen. En dat zeg je ook van, dit is volgens mij een carrière-tijger. Ja. Dus die kan zich presenteren aan mensen die niet zo heel veel van kunst weten als een kunstenaar die die religieuze eerbied afdwingt. Ja. En mensen zien de nieuwe kleren van de keizer niet. Jullie komen daar binnen, jullie benoemen dat op een hele balorige, humoristische, luchtige manier. Eigenlijk heel erg alsof het uit de mouw geschud wordt. Alsof je er eigenlijk niet echt uitkomt die dag. Ja. Dat, dat onschuldige filmpje, dat semi-onschuldige filmpje of dat schijnbaar onschuldige filmpje gooien jullie online. En in één keer is iedereen heel erg boos. Nou, waarom is iedereen boos? Omdat mensen voelen dat jullie ergens in, in een soort van punt maken daar. Van... Maar ja, dit is gewoon iemand die er huiswerk heeft gedaan. en die bepaalde. die weet hoe die zich moet bewegen in kringen. Maar, maar je ziet niet dat je eigenlijk gewoon naar Flauwkeul ergens zit te kijken. Ja, ik weet niet, Flauwkeul, in ieder geval iets wat, wat, wat misschien veel dunner is. dan inderdaad uh, Bernini of zo. Ja. Waar je ook naartoe kan gaan vanmiddag. Ja. Nou, ja, nou, ja. ja. Vond ik het zo goed samen? of... Ik probeer het te nou, grijpen. Nou, maar dat is wel een beetje een loop. Maar als jij dan woorden gebruikt als het is gewoon flauwkul of zoiets zei in die trant. Of dat is volgens mij. Probeer je ja, te ik, ik corrigeerde van... me ook, hè? Ja, ik nee, ik, dat zag ik. Maar dat is volgens mij is dat soort van moeilijkheid. Het is eigenlijk heel moeilijk om dit te doen zonder de hele tijd in die polariteit te gaan. Ja, dus zonder af te vallen wat het wel is. Nou ja. je eigenlijk een andere laag aan te boren in wat het dan ja. voor jou is of zo. Ja, en ik, ik merk dat ik met elke film weer opnieuw dat moet ontdekken. Dus we hebben nu dan die film gemaakt met Sid Lucassen. dat is dan ja. die filosoof. Nou, laten we, laten we zeggen dat we hem ook behandelen alsof hij een kunstwerk is. Alsof als ja. hij. En dan is het eigenlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, het is gewoon een, een beetje een, een, een rechtse rukker of zo. Maar dat is niet boeiend. Van hoe, maar wat is daar dan aan? Zo, wat is. Maar uh... nu zit je weer in een controverse eigenlijk. Hè? Of althans, ik, mer ik merk dat gewoon dat mensen echt zo. Nu, voordat ze de film hebben gezien eigenlijk al... In, op Twitter heb ik al veel berichten gelezen... van mensen die de film dus nog niet hebben gezien... maar wel al zeker weten dat het onethisch is... dat jullie die film uitbrengen. Ja, dat, dus ik denk dat dat heel erg op elkaar lijkt. Daarom is, daarom is het grappig. Dus, dus mensen hebben het gevoel alsof er iemand dood wordt geschoten... als je een filmpje maakt over de kunst van Saskia van imhof aflevering ja. 1. Maar mensen hebben ook dat gevoel... wanneer je een film maakt met Sid Lucas... en dan kun je zeggen, nou, dat komt omdat hij daar... Is een is een blootje in die film zitten, enzovoort, enzovoort. Maar volgens mij is er iets anders aan de hand. We willen allemaal heel graag zeggen dat Sid Lucas een levensgevaarlijk is. Dat hij het fascisme in Nederland in de wereld gaat introduceren. Uh, dat dat soort ideeën gaan leiden tot iets verschrikkelijks met vrouwen. Um, dat is eigenlijk het script. Dat is het zeggen, script, hè? en dat willen we tegen elkaar blijven zeggen. Maar wanneer je die discussie eigenlijk stopzet door te zeggen: oké, okay, we plukken die die zit achter zijn computer vandaan, weg van zijn teksten. En we gaan nu uh, eens even echt met hem aan de slag. En hij, bl hij blijft jankend achter, kermend. Uh, dat, is, dat is dan het allerergste of zo, uh, wat er kan gebeuren. Dat laat eigenlijk, laat eigenlijk zien hoe, hoe, hoe gespeeld die verontwaardiging was. Uh, of nou niet eens gespeeld. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe gespeeld wat de karakter had. was van de verontwaardiging... Uh, met betrekking tot die teksten van Sint-Lucas... Ja, dus je bedoelt eigenlijk van. Dus iedereen zit eigenlijk op dezelfde manier. zoals mensen naar Rodko kijken. en op dezelfde manier. zoals mensen naar de appel gaan. Erbiedigt hij dat Op diezelfde manier zit iedereen. erbiedig het script te volgen van. Oh, uh, Lucas is dus fascistisch. Dat, dat is heel gevaarlijk. Ja, dat, dat, dat script dat, dat begint dat, dat. Eigenlijk, al met, eigenlijk al heel lang geleden. maar laten we even het begin dit jaar nemen. van die appjes rondom Baudet. Baudet ja. heeft fascistische appjes. Oké, okay, die, die appgroepen worden gescreenshot, die beginnen zich te verspreiden, er ontstaat een hele discussie, is Baudet nou wel of niet een fascist, uh, wie hangt daar omheen, Hein Janssen of weet heet Sorry, ik zeg het verkeerd. Uh, in ieder geval een, een van die gasten die, die als zeven op de lijst staat, dat is een beetje een soort van Freek, Freek Janssen. We vinden mensen een beetje eng iemand. Is dat, misschien is dat wel echt een echte enge natie. Nou, hele rel. Uh, dan krijg je de verkiezingen. Van Haga en, en Baudet trekken gelijk op. Uh, van Haga trekt enorm veel mensen aan... vanwege zijn anti-covid-beleid. Uh, of uitspraken. Um, en dan krijg je dat mensen gaan zeggen... van nee, maar al die aanhangers... dat zijn ook nog eens fascisten. En dat is eigenlijk het, het script, het toneelstuk... waar ook eigenlijk... Zit Lucas in opereert en, en hij is dan een meer een soort theoretische man. Hij heeft essays geschreven, essay-wedstrijd gewonnen uh, en hij theoretiseert ook zeg maar van uh, uh, al die dingen. Hè, van uh, inderdaad, van hij is dan een incel, zelf uh, zelfbenoemd incel. dus iemand die vrijwillig onvrijwillig geen seks heeft. Hè? Ja. En, uh, en dus hij zegt dan: van ja, dat zou eigenlijk zo moeten zijn dat seks. Beter verdeeld wordt over mannen. Dus dan heb je het eigenlijk over seksuele dwang. Dat wordt dan gekoppeld aan het script. Aan Baudet is een enge natie. Dus... Um, zit Lucas is een enge natie. En dat, dat is eigenlijk het, wederom het script... wat eigenlijk vast ligt waar we allemaal moeten volgen. En jij zegt volgens mij... op het moment dat ik als filmmaker... met hem kan werken... stop ik eigenlijk dat script. Zoals ik dat ook in de appel heb gedaan. Um, en ga ik gewoon kijken... En dan krijgen we heel andere resultaten. En in één keer worden mensen boos op die film. En doordat ze boos op die film worden, wordt het een bliksemafleider. En zien we eigenlijk met terugwekkende kracht hoe dun dat script was. En hoe eigenlijk een toneelstukje dat was. En hoe... Want nu ze het zoveel zit opnemen, kunnen ze het in ieder geval niet meer een enge natie vinden. Want wat, 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 wat bedoelen ze dan eigenlijk? Dat, zo, zo lees ik het een beetje. Klopt dat wat ik zeg? Nee. Ik denk dat ze nog steeds een enge natie kunnen vinden. Ik denk dat ze nog steeds kunnen zeggen: ik vind hem een enge natie. Maar. Dit is niet beschaafd. Dit gaat te ver. Dus dit, dit gaat, het, dit gaat uh, het discours. Dit beschadigt het discours waarbinnen wij hem en zijn fascistische ideeën aanvallen. Ja. Yeah. Um, maar ik vind dat discours in zichzelf iets heel uh, beperkt... en onmenselijks hebben. Ik vind dat discours zelf een beetje fascistisch. In de, in, de, in, de, in de manier dat het vastzit in bepaalde patronen. En eigenlijk alleen maar dit wil zien en niet dat wil zien enzovoort enzovoort. Um, je dat uitleggen? Nou, dus dat je, dat, je, dat je zegt van, nou, we gaan niet uh, dat, die discussie voeren. We gaan gewoon echt, echt naar zit kijken. Wat, wat hebben we hier nou? Oké, okay, dit is dus jouw fascist. Dit is dus die fascistische jongen. Dit is hem. Um, wat kunnen we daar allemaal mee doen? En hoe kunnen we hem gebruiken voor de kunst? En hoe kunnen we iets moois van hem maken? Of een, um, uh, en hoe kunnen we al die elementen waar hij aanspraak op doet, seksualiteit, vrouwen... Um, gebruiken en nog meer omvormen no, en daar uh, een spel mee spelen. Um, ja. Dat willen mensen, ja, dat vinden mensen denk ik ingewikkeld of zo, zoiets. Het, het idee dat je ook, dat je fascisme alleen maar op een beschaafde manier dan zou moeten aanvallen en dat je het ook moet aanvallen en dat en dat, en dat het dus ook vaststaat dat dat fascisme is, en dat jij dan niet fascistisch bent als je hem aanvalt. Um, en daar ga ik allemaal helemaal niet in mee. In, die, in, die, in, dat, in dat spel, zo. Dat jij de beschaafde bent en zit de onbeschaafd. Ik wil dan heel graag de rol opnemen van onbeschaafde kunstenaar, die zowel uh, zit als uh, zijn critici in een onderbroek zet, of in een naki. Dat vind ik een prettige rol op dat moment om te nemen. Ik wil dan wel de executeur van Sits spelen of zijn, voor zolang het kunstwerk duurt. En dan kun je onmiddellijk de vraag stellen: is hij geëxecuteerd? Nee, want hij, weet je al, het is, het, is, het is maar een film. Zo. Maar mensen, mensen willen natuurlijk graag zo daarnaar kijken. Van nu, is, ja. nu is er echt iets ergs gebeurd. Het is eigenlijk zoals Kate tegen dat blokje wil aanschoppen bij de Appel. Ja. Zo wil je eigenlijk hier ook een blokje omschoppen. Ja, je schopt er gewoon om, die zit. Ja, dus je schopt gewoon een blokje om. En dus mensen hebben hetzelfde. Laten we even, even terugkeren naar Kirak 2, om, om daarna hier naar terug te keren. Um, want daar, zit, daar gebeurt volgens mij iets interessants. Of althans, dit voorbeeld haal ik altijd aan in discussies als ik, als ik over, over Kirak kom te spreken. Maar die, die film, aflevering 2, heet Niet op deze manier. Ja. En dat zie ik altijd een beetje als de Kirak-waterscheiding of zo. Dat is een beetje zo. Dus er is een soort van. Even, laat ik het even transparant maken. Dus, dus wat er gebeurt er? Jij, Volgens mij komt Amanda bij jou ja. om te klagen over dat er een sub, gesubsidieerde film gemaakt wordt. Waarbij uiteindelijk mensen gewerfd worden op het Kwaku festival ja. En die mensen, die. Uh, dat vindt, Amanda vindt dat dan een, ja, een banale praktijk. En daar ben ik het natuurlijk helemaal met haar eens. Dat je zeg maar omdat je eigenlijk in die subsidietaal gaat meedoen hè, van, van die gesubsidieerde kunst. En dus in die, in die subsidietaal is die diversiteit belangrijk. En daarin zeg je dan: van ik wil bepaalde niet-witte mensen portretteren. En dan, maar in plaats van dat je gewoon uit je eigen kring. Of, of op een bepaalde manier bij die mensen komt, ga je een soort van dunne casting doen op dat Kwaku-festival. En dat, jullie, proberen eigenlijk, jullie proberen daar dat eigenlijk bloot te leggen. Hoe banaal dat eigenlijk is. In plaats van. Dat je echt een diepe film maakt over wat jou bezielt. Uh, hoe dun dat is. En om dat bloot te leggen, bellen jullie uiteindelijk die maker op. En die maker is, ze vraagt volgens mij ook: van, word ik nu gefilmd? En het antwoord is nee. Terwijl we die film zien, weten we dat dat dus een leukentje om best wel is. En jullie komen ook in een situatie terecht waarin jij uiteindelijk zegt: van ja, maar, maar om, om dat te kunnen laten zien. Hoe, hoe banaal die praktijk is, moet ik natuurlijk wel. Um, dat leugentje om best wil doen, anders blijft het altijd verborgen. En wat ik grappig vind in die aflevering is dat het niet op deze manier heet, waarbij je dus altijd twee typen mensen krijgt: de ene die denkt van, ik snap wel wat je bedoelt, ik vind het gewoon de manier waarop niet goed. En de mensen die zeggen van, ja, ik snap wel dat de manier waarop noodzakelijk is om dat bloot te leggen. En die manier waarop, die eerste groep die de manier waarop niet begrijpt die daarvan... ik zou je altijd de wedervraag kunnen stellen... maar hoe dan? En dan lopen ze eigenlijk altijd... struikelen ze eigenlijk altijd over hun eigen veters. Ja. En dat vind ik interessant. Dus, dus dat werpt eigenlijk de vraag op van... ja, hoe dan wel inderdaad, hè? Ja. Um, Dus dat, 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 dat merkte ik heel... en, en volgens mij is, is, is ook, ook die aflevering 2 uh, een enorme controverse geweest destijds, toch? Van mensen die echt uh, ja. woedend en schreeuwend... Uh, Um, uh, daarover heb, ja, ruzie hebben gemaakt. Ja, dus je valt iemand. Je, nee, je valt iemands gebrek aan beschaving aan dat het een ontzettend lomp is om zwarte meisjes te gaan scouten. Om dan een heel beperkt script over zwart zijn uh, te gaan uitvoeren. En, dat, en, die, dat, en in die aanval belt Amanda iemand op en zegt en liegt dan over dat ze aan het opnemen is. Dus dat is dan heel onbeschaafd, waarmee je je eigen aanval besmet. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om je gelijk krijgen. Het gaat om een film waarin je gewoon ziet wat mensen allemaal doen om hun gelijk te halen. Ook wij. Het is toch prachtig dat die Amanda dan ineens een beetje begint te liegen. Of, dat ze zich, of, of misschien wat een beetje door mij onder druk gezet voelt om te liegen of dat telefoongesprek te voeren. Ja, dat is zo. En, en, uh, en uh, ja. ja, wil je dan liever dat zien of dat, niet, dat, dat, dat je dat dan niet ziet? Dat is dan die waterscheiding, denk ik. Ja. En kun je er nog iets van herinneren? Die woede die er destijds riep. En hoe je, hoe je daar je overwegingen in je hebt gemaakt. En, en, uh, en wat, ja. Jawel, ik kan me er wel van herinneren. Ja, ik kan me wel dingen herinneren. Okay. Dat is ook heel veel complexer. Want je denkt aan de ene kant: hoe heb ik die film toen gemaakt? Een man heeft natuurlijk zo'n prachtige figuur. Omdat zij zelf. Surinaams is of half Surinaams. Dus je hebt een soort... soort held, heldin die... een verhaal bij jou komt en eigenlijk van mij vraagt... om haar te redden of zoiets. Of zo, of zo ervaar ik dat dan. Ik heb dat eigenlijk heel serieus genomen. Zij komt bij mij met, met een anekdote oh, over een shitfilm die wordt geproduceerd. Eigenlijk, eigenlijk wordt die aflevering 2 ook op die manier in jouw schoot geworpen. Hè? Net als dat zit eigenlijk in jouw schoot geworpen. Ja. Jij bent gewoon een filmmaker. Ja, en ik heb dus soort rennerscomplex. Men zou jouw reputatie kunnen kennen vanwege aflevering 1. Ja. Dus mensen weten bij wie ze komen, zeg maar. Hè? En jij zegt dan eigenlijk van... Nou, ik zit wel klaar. Ik wil de camera wel draaien. Of hoe werkt dat? Of spring je dan meteen als een leeuw bovenop? Of... Nou, Amanda, die, Amanda die moet wel vrijgesproken worden van schuld. Want... Eén is een heel braaf lief filmpje. En een twee. Uh, ja, werden ernaast mensen opgebeld. Uh, met opnames. En er gebeurde veel meer. Er werden veel meer denk, mensen geïmpliceerd. en ingezogen in die film. Ik denk niet dat als een Ja, dat is, dat is haar denk ik ook overkomen. Maar mij ook. Hey, ik, um, ik, ken je, ik ken inmiddels jouw werkwijze als een werkwijze. Dus ik zie jou bijna elke dag wel filmen. Dus je creëert heel, heel veel materiaal. Dus uh, ik denk dat er maar een paar procent uiteindelijk. Um, land in die daadwerkelijke films, die ook heel complex zijn. Die films ja. hebben al die laagjes. Um, dus, dus veel vaker, net als met schrijven of zo, hè, veel vaker denk je van: ah, dit was hem toch niet, of dit moet nog anders, of we moeten nog een keer gaan filmen. Ja. En hoe komt het dan, dan dat je die middag met Amanda, uh, dat zij met dat verhaal komt en dat je denkt: hier, hier zit het materiaal in, dit wordt aflevering 2, waar zit hem dat in? Dat je dan op dat spoor terechtkomt van: dit is weer wel een moment. Net als dat je dat ook bij zit hebt, hè? van waarom is dit wel een, een moment? Waarom is die dag met zit in één keer de dag? Dat die, waarom zit daar in één keer die film in? Hoe werkt dat? Je hebt aan de ene kant materiaal, een ondersteunend materiaal wat je nodig hebt. En, en, gewoon, en je kunt als je aan het filmen bent nooit precies weten wat er gebeurt. En soms kun je naar een situatie kijken en er, ja, daar zit een soort eenheid van plekken en gebeurtenissen in. Dat leent zich om een verhaal te vertellen. Uh, dat onderscheidt zich van het karakter van uh, een podcast of iets anders. Of iets wat meer een soort kabbelende structuur heeft. Maar dat, dit kan echt een verhaal of een verhaaltje zijn. En dat, dat is vaak een reden om, om er iets mee te doen. Gewoon dat, het, dat er een verhaal in zit. Ja, dus helemaal niet die controverse eigenlijk. Ben je je bewust van, van die controverse op dat moment? Dus ben je bewust ja, van dat, dat het, het onderdeel van veel is? maar dat is de spanning in het verhaal. Dus dat er. dat er, dat er een, een vrouw of een meisje bij mij komt. Ik, wil haar, ik heb het gevoel dat ik haar moet. Dat ik, dat ik haar recht moet doen. door wraak te nemen op die slechte filmmakers. die met haar thema. Zij Surinaams. En dan gaat zo'n blond meisje. loopt dan weg met dat thema. op de meest platte en banale manier. Ik vind dat grappig. dat ik dan ook weer het gevoel heb dat ik. dat ik daar een soort. Reddende rol in moet spelen. Uh, Katie naar mij zit te kijken en ook ergens een beetje dat, dat in mij ziet. Hè? Dat ik dan die rol neem en daar ook een beetje van baat, want zij is mijn vriendin en nu ga ik een andere vrouw redden. Er zat van genoeg drama in die situatie. Ja. Yeah. Um, om mij uh, ja, gewoon te motiveren om die edit dan te maken. Ja. En als je die, dus, dus, dus ik haalde eigenlijk dit, 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 dit voorbeeld aan... Om, omdat ik iets wil begrijpen ook over die zitfilm. film Dus nu heb je eigenlijk diezelfde woede op, op je hals gehaald... van mensen die eigenlijk vinden dat je niet op deze manier met zit mag werken. Ja. Want ja, die, die arme jongen die heeft last van... Uh, ja, die is autistisch, dus die is minder toerekening vatbaar... en ja. die wordt toch in een val gelokt of zo. Dat zijn eigenlijk diezelfde mensen vaak die eerst zeggen dat het ja, een enge natie is. Ja, dat, dat, dat is waar. Dus dus... Ja, ik denk, ik, dat, ik denk ook wel dat SIT... Uh, verminderd minder toerekeningsvatbaar is. Maar ik denk dat dat ook geldt van de maatschappij in zijn geheel. En niet om, om daarmee de schuld van me af te schuiven. Maar kijk, het gaat mij niet zozeer om de gezondheid van SIT. Het gaat mij om, om een kunstwerk... waarin je een spiegel krijgt tussen de toerekeningsvatbare... en de ontoerekeningsvatbare. De marginale en de gezonde. De maatschappij en de buitenmaatschappelijke. Buitenmaatsch en uh, en uh, mensen die zich maatschappelijk voelen en toerekeningsvatbaar... die willen nu dan Sid retten. Maar ik wil eigenlijk zeggen, jullie zijn ontoerekeningsvatbaar. Want jullie gedragen je echt belachelijk op, uh, op Twitter. En jullie hebben nog nooit een gezond, een, een gezond argument gegeven... tegen de filosofie van Sid en de zijde. Uh, en, dat, en dat argument zit volgens mij wel in die film. Ik kan dat wel. Maar ik ga me niet verlagen tot jullie toerekeningsvatbare saaiheid... Ik ga, me niet, ik ga me nu niet, niet nu bij jullie aansluiten, omdat ik nu eigenlijk iets in mijn handen heb waar jullie eigenlijk heel blij mee zouden zijn. Namelijk de vernietiging van een fascist. Hè? Dus dat spel speel ik, geloof ik. Ik ben, daar, ik ben heel huiverig voor dat, voor dat. Ik word een beetje allergisch voor dat idee van toerekeningsvatbaar en onterekeningsvatbaar. Ja, dus dat is ook weer een soort van. Uh, frame eigenlijk. Of is soort... Ja, ik heb er die twee gevoelens van. Ja, gewoon of ja, One Over of the Cookies Nest. alles Ja, gewoon, je krijgt dat soort gevoelens daarvan, toch? Dat is toch weird? Ja. Ja, ja, nee, het is ook ja. een heel vreemd argument. Maar het is gewoon toevallig deze week aan de hand. Dus, nee, zeker, ja. dus ik was gewoon benieuwd. Um, en ik zie dus. Ik, kijk, kijk, we hebben nu even dus die eerste aflevering als voorbeeld. En dan die tweede en nu die mm. laatste. Maar eigenlijk hebben jullie veel vaker dat jullie dus steeds tegen die controverse aanlopen. Dus ook ja. die, die Rietveld-reel, ook die. Die, die uitspraken van uh, Zenele Maholi. Ook uh, uitspraken over Harvey Weinstein. Um, ja. en, uh, en, en, en meerdere filmpjes waarbij je eigenlijk steeds... Ik heb het idee dat jullie films willen maken die op, 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 met allerlei complexe laagjes op die... Op, ja, zoals kunst eigenlijk iets over de, de wereld zegt. Of eigenlijk probeert die wereld te uh, schetsen. Uh, zo doen die films dat ook. En eigenlijk zie ik dan een veld op die film het ja zie ik het een debat op dat op die films reageren met een soort shock Zo van en elke keer van dit mag niet het kan niet het uh, mag je weet je wel en daar probeer ik een soort van grip op te krijgen ja. hoe dat uh, hoe je dat hoe je dat ziet of nou dat ik, denk nu, ik denk in dit geval echt walging voor die voor die, die gezondheid waarmee de, 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 de mensen die kritiek hebben op FVD of fascisme of sits zichzelf die zien zichzelf als gezond ja. Yeah. Gewoon de deugers. En ik wilde die inderdaad, ik heb denk ik wel zit gebruikt om die mensen uh, te spiegelen in die film. Ja. Yeah. Uh, en dat gebeurt denk ik vaker in films. dat je. Dat je, je hebt een soort prooi. zit Lucassen of een documentaire maker die een banale. Uh, in mijn ogen racistische film maakt. met de bedoeling om anti-racistische film te maken. Ja. Yeah. Uh, en die. en die. en, die, en die, die wijs je dan aan. En die. En die, 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 die mol je, in ieder geval in de ogen van anderen, in een kunstwerk. En dat is dan het allerergste beeld. Dat is, dat is wel een motief wat ik heel prettig vind. Die verkrachting van van, van, die, van die arme zit. Ja. Ja. N ja, dus je gebruikt steeds... De, en, en dus in die zin... De, de, um, dus... Uh, dus het gaat ook veel over een soort cultuurstrijd of een soort culture war, dat wordt vaak gezegd. Hè? Oh, yeah. Dus jij zegt eigenlijk van ja, die strijd is al veel langer gaande, want er is een soort kaping van die, van die mainstream-dominante monocultuur. Yeah. En dan kom je daar eigenlijk als een. Als, als, dan ga je daar eigenlijk. Uh, stap je daar eigenlijk fris in en dan zeg je: van, Prima, laten we de strijd aangaan. Dus je stapt zo'n museum in en je wil dat blokje van. Zoals nou van Imhoff omschoppen. Ja. Je gaat tegen zo'n gast in die eigenlijk racistische films maakt. onder het mom van. anti-racistische films. Je, je zegt tegen ze overigens in dat het de luie spinsels zijn van de verwende snol. Dus je bent eigenlijk die, dat spel aan het meespelen. Ja. Um, en in één keer gaat die wereld bewegen. Um, en komt eigenlijk. Iedereen, iedereen zit met die scripts eigenlijk, maar het ziet er een beetje uit als theatermakers met al die scripts op elkaar liggen en, en die blaadjes op de grond beginnen te vallen en, die, en mensen beginnen in de war te komen. Ja. En, en, en eigenlijk ontstaat er een soort lachspiegelachtige variant van die wereld die, die eigenlijk dat idee wil vasthouden van die hoogwaardige schone cultuur waarin zij ook moreel zuivere mensen zijn en schone mensen met een zuiver geweten... Die eigenlijk dat onzuiveren willen buiten en in één keer die ja. dat winst buiten te keren. Dat is wat je dan ziet of zo, hè? Ja. Dat is wat die films teweeg brengen. Ja. En wat jou wordt aangerekend vaak is de collateral damage. Dus is het niet zielig voor Saskia een van Imau, of Is het niet zielig voor die documentairemaker in aflevering 2? Is het niet zielig voor Senele Meholi? Of is het niet zielig voor de slachtoffers van Harvey Weinstein? Of in dit geval is het niet zielig voor Sid Lucas er nu, hè? Ja. En wat, wat, wat zou je zeggen van, is, weet je wel, stel je voor dat, dat je een hele lieve vriendin hebt, ergens, die, 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 een beetje die heb ik niet. empathisch aardje, <laughs> die zegt van nee, maar het is toch ook zielig of zo? Dat, dat, ja, wat, wat, is nou, wat is nou het. Hoe kijk je daar nou naar? Ik snap de vraag echt niet. Nee, maar dat ik bedoel, dus, dus, dus mensen vinden dat dus blijkbaar zielig. Voor, voor, voor die maar werkwijze. Dat maakt niet uit. Nee, dat weet ik dat het niet uitmaakt, maar ik ben gewoon benieuwd naar wat, hoe je hoe jij die... Ja, oké, okay, misschien is dit gewoon een uh, domme... Nou, zee, nee, zo. ik wil best wel filosoferen over, uh, over de zieligheid of zo. Of over dat, ik bedoel, het maakt natuurlijk wel uit dat mensen het zielig vinden, want ik speel daarmee. Ik weet dat mensen dat heel zielig gaan vinden. En nu zijn er mensen die zeggen van... Ja, wat nou als, 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 als er iets ergs met zit gebeurt, snap je? Ja, maar kijk... <laughs> ja, ja, ja mijn, mijn reactie daarop is dat ik denk dan echt niet dat het aan mij komt. Ik denk echt dat het door die mensen komt die zo op die film reageren. Maar kun je dat, ja, dat, dat, dus dat, dat spoor wil ik even, even verkennen? Of ik wil, hoe, hoe zie je dat? Kun je dat? Kun je dit uitleggen? Nou, ik denk dat het Zit echt een soort schaamteloze oprechtheid kent, die ik ook ken. Ik denk dat Zit en ik op elkaar lijken, en, maar Zit is dus tegelijkertijd minder scherp. En minder... Ja, die is toch afhankelijker van zijn groepje. Van, van de kudde die hem beschermt. Die, die neo-conservatieve FVD-kudde of zo. En, die... en uh, ja, nu wordt hij gewoon voor lul. Wordt hij gewoon, uh, zij vinden dat hij zichzelf voor lul heeft gezet. Dus hij wordt nu geconfronteerd met de beperkingen van zo'n conservatieve omgeving. Ja, dus hij wordt eigenlijk voor zijn eigen club... Uh... Door zijn eigen club afgerekend. Ja. Dat zegt iets over die club, wil je? Ja, maar het zegt ook iets over hem. Want hij... Ja, over, over dat hij dus eigenlijk niet, niet thuis was in die club of zo. En het zegt ook iets over shame culture. Uh, want, want links staat ook op een soort... Dus die, die gast van dwars of zo, die GroenLinks is dan ook... Uh, die spelen ook die verontwaardigdheid. Van, oh, dat is echt het allerergste. Of zo. Dat je dan... Uh, ja, weet ik wat. Dat hij dan met zijn blote bas in die film zit of zo. Ja, ja in, pr in principe gebeurt er niks raars. Hij, is, hij, heeft, hij wil gewoon seks. Nou, dat, dat, dat kun je even plaatsen. Hij heeft vervolgens die seks. Dat kun je ook even plaatsen. Hij wordt afgewezen, dat is pijnlijk. Maar in die film wordt hij afgewezen vanwege een doos uh, chocolaatjes. Ja. Dus dat kan hij altijd gebruiken, zelf. Hè. Dat is eigenlijk een cadeautje wat hij krijgt. Namelijk, hij kan altijd zijn rug recht houden en zeggen van... Nou, ik ben niet afgewezen om een... Maar uiterlijk. Ja. Dat dacht ik altijd, maar in dit geval werd ik duidelijk afgewezen vanwege mijn hokkerigheid. En daar uh, ja, kan ik aan werken, ik kan gewoon beter. Ja, maar, dat is dat is wat van, maar dit is wel echt een plotspoiler. Gaan we dat doen? Of oh, sorry, je ja, kan het uitknippen hoor. Maar... Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om het erover te hebben, maar die, volgens mij, die, het maakt ook niet uit. Uh, die, er zitten twee dingen in die film. Dus, dus die chocolaatjes. hij komt met hele goedkope chocolade aan zetten. Genie wijst hem af. Genie vernedert hem in die film. Hij voelt zich afgewezen. Dat is de. Dat is datgene waar de incel, waar, waar zit Lucas het allerbangst voor is om afgewezen te worden door een vrouw. En gewoon niet, je mag niet penetreren, je mag jezelf niet voortplanten. Ik vind jouw zaad en jou vind ik niet goed genoeg. Ik wil jou niet in mijn vagina hebben. Gewoon donder op. Of zo, dat is, ja. dat is het allerergste. Aller maar die mensen die niet op Twitter zijn, die, hebben, die weten nog helemaal niet dat, dat hij helemaal niet gaat neuken in die film. Ja. Dat hij. Uh, niet echt naar te zien is dat hij uh, afgewezen wordt. Ja. En die zijn boos omdat Sid seks heeft gehad in een film. Ja. Uh, terwijl daar komt het helemaal niet van in die film. Dus, ja. dus, 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 ja. dus, dus, dus Sid, als Sid lekker had geneukt en gewoon lekker Genie had gepaald, dan was hij, had hij echt niet gepaald van die film. Ja. Dus ze ja, zijn, hij baalt vanwege die afwijzing. Hij baalt vanwege die afwijzing. Die, dus dat misverstand... afwijzing die afwijzing van Genie vind ik heel mooi en poëtisch, omdat zij eigenlijk op, tot inzicht komt. Van, uh, ja, is what, in het voor me eigenlijk? Dus zij is eigenlijk niet zozeer uh, afgeknapt op zijn lichaam of zijn seksualiteit. Maar zij is volgens mij op hem afgeknapt vanwege zijn horkerigheid. Het feit dat hij eigenlijk gewoon komt nemen, nemen, nemen en niet komt geven. Uh, dat zegt mij heel veel over zijn seksualiteit. En um, ja, hij zou, dat, hij zou dat cadeautje wat hij dan meebrengt. Uh, en die afwijzing van Genie zou hij als hij een goede player was geweest heel goed kunnen gebruiken eigenlijk yeah. door gewoon te zeggen van bijvoorbeeld van, uh, van ha ik heb jou erin uh, geluisterd Genie ik heb expres een cheap ass nee, cadeaut, maar, maar, bijvoorbeeld bedoel, hè maar wij en Genie weten natuurlijk ook wel dat hij dat niet kan. Dat snap ik dat jullie is dat weten. Is heel, dat heel heet, vals hè? natuurlijk. Ja, ja nee, nee. nee dat snap ik maar ik bedoel meer zo van als je het echt uit elkaar trekt hè. Ja maar je trekt het zo niet echt uit elkaar want okay. je, je, wij weten dat hij dat niet kan. Hij is inderdaad autistisch. Hij gaat dat niet kunnen. Hij heeft niet die flexibiliteit. Yeah. Die manipulatieve psychologische kracht heeft hij niet. Dus volgens mij is dat niet het spin... dat is meer een ingrediënt waar wij, waar wij, waar wij gebruik van maken. Of misbruik, of whatever you want to call it. Yeah. Waar wij volgens mij gebruik van maken is... Um, zijn er zijn misverstanden die zich afspelen in de lucht. Tussen die kamer waarin zit bij ons komt... en afgewezen wordt door Genie... En die buitenwereld, die, die film die, die, die heeft dus dat magnetische kracht op, op al die aannames ten aanzien van hoe dit door anderen gezien wordt. Yeah. Dus volgens mij is een film goed, wanneer je hem niet in je eentje zit te kijken, maar altijd met op je rug al die andere mensen die op een of andere manier mee zitten te kijken. Het superego uh, van de cultuur of zo, van de medemens. Yeah. En dat, dat maakt de film spannend. Dat is een, dat is, dat is een karakter in de film, die, yeah. de blik van de ander of zo, van de alle anderen. Dat, ik, volgens mij heb ik daar een soort fascinatie voor. Omdat ik, ik vind dat heel belangrijk dat dat element in de film zit. Anders vind ik het, vind ik het niet goed. Of zo, zoiets. Ja, ja. En, je, en je zegt eigenlijk van de, de online storm ontstaat eigenlijk grappig genoeg. Omdat we, bij mensen die eigenlijk niks van die film weten, en die doen al eigenlijk aannames die vals zullen blijken, want hij heeft niet eens seks. Ja in de film en dat, dat zegt eigenlijk ook weer heel veel over die mensen die dat is weer dat exposen van al die laagjes hè, daaromheen. ja dus die film is eigenlijk zo'n heeft een soort ripple effect zeg maar op al die dus Lucas is dan eigenlijk even de, de ja degene die die het kwartje in de machine wordt zeg maar ja 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 dat die machines die je in New York hebt als je zo de Towers als het dan vroeger dan moest je een muntje erin doen Dan moest je draaien en dan werd jouw penny werd dan, uh, geperst en die ja. kwam dan zo'n muntje ja. van de Twin Towers uit. Ja. Maar ik, vind, ik zie hem ook als die ring, als de ring, als de... Hoe heet, hoe heet dat element in de film? Zo'n ring waar dan het hele verhaal om draait. Ja, ja de McGuffin zeg maar. Ja. De, het koffertje van, van Hitchcock. Hitchcock. Zeg maar. En het is natuurlijk heel grappig dat Sid Lucas uh, die rol vervult. Het soort, het, soort, het soort van lustobject wat alle mensen gek <laughs> maakt. <laughs> ja, inderdaad. Dan zou hij, als hij zeg maar, een soort James Bond karakter had, dan had hij wel ook kunnen genieten van dat hij zeg maar het centrum van al die consternatie ja, was. Want wat had. zit wel. Of was hij zo ijdel als Boyder was geweest, dan had hij dat misschien geweldig gevonden. Nou, maar, nee, Boyder had dat doorgehaald en hij was daarmee gaan spelen. Ja. Maar, maar, ja. maar ja, het gaat dus over dat Genie wel opgewonden is, maar niet op die manier. Ja. ja. Want ze wil wel die McGuffin. Uh, ja. Ja, hebben of zo. Ja, dat is grappig. Ja, zo had ik het nog niet eens gezien. Maar hij is inderdaad, inderdaad. De orb of zo. Dat waar iedereen achteraan hobbelt. Ja, hij is de honingpot. Ja. 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 Hij is het, het honingpotje ja, waar iedereen in wil graaien. Ja. En dat klopt ook eigenlijk. Want hij is, het, hij is dat ook voor die mensen die hem willen framen als een enge nazi. Hij is ja. hij ook voor nu voor mensen die hem willen framen als een soort ontoerekeningsvatbare autist. Ja. En uh, iedereen wil hem pinpointen eigenlijk. Hè? Voordat ja. we de film hebben gezien, bij wijze van spreken. Ja, we hebben hem dan nu gezien uh, in, die, in die lood. van daar waren misschien 200, 300 mensen. Ja. En de rest heeft de film nog niet gezien. Maar nou, iedereen is nu al bezig met dat pinpointen van wat, ja. wat het nou is. en wat hij nou is of zo. Ja. ja. En dat is inderdaad. Uh, waar, 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 waar je volgens mij. is dat het. waar, waar, waar zo'n film dan. Wat het hoogst haalbaar is van zo'n film eigenlijk. Dat je dan. Dat, dat zo'n film in het beste geval optimaal al die bedrijvigheid en consternatie in beeld brengt weer. Of in, al die... ja, je brengt het eigenlijk niet in beeld. Je, 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 je laat die spanning voelen ofzo. Of die. die ja. Of de. de de elementen in die film staan zo opgesteld... dat als je die film wil begrijpen... dat je die spanning moet voelen of zo. Anders snap je niet wat, wat de fuck daar gebeurt. Van waarom ja. maken al die mensen zich zo druk om Sid Lucassen? Ik, ik, denk, ik denk dat ik nu beter begrijp... waar mijn vragen vandaan komen. Want ik, ben, ik, ben denk, mijn, ik heb een iets meer... Ver, conflictvermijdende aard. Ik heb een karakter die eigenlijk... zenuwachtig wordt van die druk. Dus mensen gaan nu echt boos worden op Sid Lucassen. Ik vond een goede film. Dus ik vind dan dat effect sterk... Maar ik schrik een beetje weer van die backlash. Van die mensen die zo boos worden dat ze nu... Dus als ik dan zelf op, in mijn WhatsApp zeg maar met mensen... Of met, op DM, op Instagram met mensen ga discussiëren hierover... Dan, 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 dan word ik daar mismoedig van. Ja. En, en bij jou zie ik dat, dat jij daar heel anders op reageert mentaal. En ik denk dat ik daar benieuwd naar ben. Hoe, hoe ga je om met die backlash? Met die woede, die agressie? Die, alsof je daar bijna van, van... Ergens ook van geniet of zo? Of van groeit of van... Ik zie dan zo'n oberon van zo'n Shakespeareaan stuk in zo'n bos staan. Mm. In, in Midsummer Night Dream, die dan zegt van uh, die dan zo van haha, bliksem, donder, bedrijvigheid, mijn film. Ja. Die eigenlijk naar nou, die, 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 die dat ziet alsof de champagne keuken opengaan. Zeg maar. ja. Snap je? Dat, is ook zo. En dat probeer ik te begrijpen. Dus daar gaan mijn vragen over. Snap je? Ja, maar is dat iets wat je kan begrijpen of is dat echt aard? Ja, de, ik weet niet, maar ik ben gewoon benieuwd. Ik wil gewoon aan het praten krijgen daarover. Van wat ja. is dat nou bij jou? Misschien, misschien is dat wel niet onder woorden te brengen, maar hoe zie je dan, dan dat moment? En ben je niet geïntimideerd door mensen die dan weer zo boos worden daarvan? Ja, maar kennelijk, ik word natuurlijk ook geïntimideerd. En, maar dat krijg ik dan een soort energie van, ja, zoiets. Dat is, dat is dan, zo reageer ik erop. Ja. Ik word er blij van, ja. <laughs> ja. Maar hoe werkt dat dan? Kun je dat duiden bij jezelf? Ehm... Um niet omdat het me verveelt, maar omdat ik nu even zelf hier in de context van dit gesprek geen aangenomen gesprek wil hebben om te beginnen, want je kunt natuurlijk op een Freudiaanse manier uitleggen, je kunt aan de hand van alles wat ze over hechtingstoornissen en narcisme weten uitleggen, stofjes die op een andere manier connecten dan bij andere mensen er zijn zoveel manieren waarop je erover kan praten ja. Um, ja, dat is gewoon niet interessant voor nu misschien, nou ik vind het wel interessant, maar ik, 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 ik moet dan eigenlijk een specifiekere vraag hebben denk ik, om daar iets interessants over te kunnen zeggen ja. Ik zou nu heb ik even niet de inspiratie om, uh, om dat zo. Nou, vanaf het hele witte canvas om daarover te gaan praten. Ja. Maar niet omdat ik niet interessant vind. Het is heel nou, erg misschien interessant. moeten we dan even. Misschien dan kan het concreet worden. Je hebt besloten om, uh, om uh, de Julian Anderweg op een paard uh, entree te laten maken op ja. de plek waar ook die film vertoond wordt. Ja. En dat brengt dan nu teweeg dat er actiegroepen. Uh, opstaan die de film filmpremière in de balie willen verhinderen en de film willen cancelen omdat ze zo boos zijn mm -hmm. dat je, yeah. dat je dus daarmee, naar nou, hun zeggen, een verkrachter een podium geeft. Dus, de, dus die woede roept dat op, zeg maar. En ik denk dat als ik dat zou hebben gedaan, dat ik zou, hebben gesch dat ik zou zijn geschrokken. Dat ik dan denk, ik zou dan denken van uh, mijn hemel of zo. Van yeah. uh, krijg je weer die mensen, die <tus> activisten die jou. Uh, ik heb ook iets onverschrokken en naïefs... want ik wil dan wel weer hier dan een podcast over maken... en er alles van weten of zo, hè? Uh, Maar ik wil dan jouw psychologie begrijpen van zo'n moment. Dat je dan dat, dat, je dat idee krijgt... Nou, dat dat jullie aan de andere weg is... Dat, dat, volgens mij wat daar gebeurt, is dat... Ik denk dat jullie aan andere weg... veel meer op een bepaalde manier in zijn macht heeft... dan zo'n Sid Lucas, en dat hij bang is dat ik hem als zo'n McGuffin ga gebruiken. Van kijk ja. eens, ik heb jullie aan, hahaha, ha, fuck you. Zo. Ja. En ik wilde eigenlijk dat moment. Ik denk dat ik dat moment meteen wilde bezegelen. Want hij kwam naar mij toe en ik kwam naar hem toe en ik wil, ik wil een film met hem maken en hij met mij. En ik denk dat we dit gewoon meteen uit de weg te ruimen. Hem gewoon op dat paard te presenteren. Laat ik aan mensen zien. Luister eens, ik ga deze film over gaan maken. Um, jullie weten nog helemaal niet wat ik daarmee ga doen of wat ik daarmee ga bedoelen. Yeah. dat is voor jullie een vraag. Dat is zelfs voor jullie aan een vraag. Wij zijn elkaar nu, wij beginnen elkaar nu te vertrouwen op een bepaalde manier. Maar dat is natuurlijk voor hem altijd eng, want ik kan hem ook helemaal kapot maken. Ik bedoel, nog ja. meer of, of op een andere manier weer. Weet ik, hij, daar weet, weet, weet hij veel. Weet ja. wel. net als met Sint Lucas... die gaat natuurlijk ook met jou in zee op die dag. Ja, maar zo. ik heb, ja, maar dat is, ik vind Sint. Um, Oké, okay, laten we daar weer wegblijven. Nou, maar... nou, kijk, ik denk dat er weinig mensen zijn met wie ik een intense relatie heb, die, die als McGuffin eindigen. Dus, dus, ja. dus, el, dus iedereen met wie ik eigenlijk een band opbouw, die wordt geen McGuffin of zo. Dat is, volgens mij is er geen één film waarin dat is gebeurd. En met Zit had ik die heb ik echt maar één keer ontmoet, namelijk op die dag dat hij daar kwam. Ja. Dus ik denk dat aan dat patroon wel ziet in die film en ook wel ziet van, nou, ik, dat gaat er niet gebeuren of zo. Mij ja. stapt natuurlijk ook wel. Want hij is kunstenaar en hij speelt zelf met het in de wereld slingeren van symbolen en objecten. Dat andere mensen wel denken: van, hé, wat gaat die Steven aan doen? Wat is dat of zo? En doordat hij op dat paard ging zitten, denk ik dat hij gewoon zei: Oké, okay, nou weet je, ik, ik geef me aan deze situatie. We gaan dit doen. Um, ik ga daarin vanuit een krachtige positie op dat paard, maar tegelijkertijd heel kwetsbaar, geïsoleerd van de rest van de kudde. De rest van de mensen stond met een. Stond met zijn voeten op de grond en hij zat op een stijgend paard. Want dat paard was hartstikke zenuwachtig vanwege, de, vanwege van alles en nog wat de sfeer die in de lucht hing. Er lag shit op de grond. Dat was. Ja, ik heb één keer iets gedaan waar ik me nog steeds wel schuldig over voel. Dat was, zo, dat was een begrafenis van de moeder van een vriend van me. En die had ook net een nieuw kind gekregen met een nieuwe man. En dat kindje dat was heel jong en die was zijn moeder in één keer verloren. En die, die misdroeg zich. Um, op die begrafenis daarna, die was alleen maar aan het huilen en aan het gillen. En niemand wist wat hij moest doen daarmee. Maar die had net zijn moeder verloren. En in een soort stomme opwelling heb ik dat kind opgepakt. Echt een kind van vijf of zo. Ben ik het veld ingerend daarnaast. En heb ik hem eigenlijk als het ware 15 meter daar neergezet. En ben ik weggerend. Waardoor hij in één keer daar alleen stond. Alsof ik tegen dat kind wilde zeggen: Kijk, dit, je bent aan het huilen omdat dit nu met jou is gebeurd. Je hebt geen moeder meer. Maar terwijl ik dat deed, deed ik natuurlijk iets heel vreeds. Want het was eigenlijk heel onaardig. Maar ik wilde hem iets, iets laten zien. Ja. Yeah. En uiteindelijk kwam hij weer teruggerend en was niks aan de hand. Maar ik schrok eigenlijk van de manier waarop ik dat kindje wilde confronteren met zijn uitgesloten positie. Ik wilde dat op hem leggen zo. Dat, yeah. is, dat vind ik pervers van mezelf. Maar dat is wel iets wat ik doe. En dat is iets wat ik nu hopelijk in mijn films op een soort van uh, smaakvollere manier doe. Of zoiets. Ja. Yeah. Uh, en telkens schrik ik ook weer een beetje dat ik dat doe. Of ik schrok toen yeah. heel hard van mezelf. En nu um, zie ik mezelf ook weer met. Jullie een andere weg en ik, ik, ik ben eigenlijk heel erg aan het voelen en aan het kijken van wat ga ik met hem doen. Want ik vind het zo wat aangrijpend duwt? dat iemand zo uit de kudde wordt ge, ge, geduwd. Ik vind dat, ik, dat vind ik een angstbeeld. Ja, ik, uh, dus, dus waar, waar vrouwen bang zijn om verkracht te worden, misschien. Ja. Uh, ben ik misschien bang om uit de kudde geduwd te worden. En ik zoek eigenlijk allemaal andere figuren die uit de kudde geduwd zijn. Uit de kudde geduwd, eigenlijk om dat te bezweren, zoals Kafka ook, dus een beetje is zit. Mhm. Mm uh, voor mij gaat die film in eerste instantie daarover. En vervolgens gaat hij gewoon over jullie een andere weg. Dus zoals ik ook naar Simcovic ging met een soort abstract idee. ben ik uiteindelijk een film over die man gaan maken. Maar ja. dat is een relatie die groeit. Ik ben nu een relatie aan het opbouwen met Julian. En ja, ergens in, die, in dat spel tussen aannames van tevoren. en dingen die je ontdekt along the way met elkaar. gaat die film ontstaan. Ja, en nu, nu merk je eigenlijk. Uh, nu, je, nu je eigenlijk. Uh een paar keer online melding heb gemaakt van dat je gecancelden en cancelaars zoekt. Uh, en de suggestie inderdaad uh, wordt bevestigd dat je inderdaad met Julian Anderweg ook bezig bent om, om dat onderwerp te verkennen. Nu komt die hoorde, die hooivorker komt ook, uh, die meldt zich eigenlijk. Hè? Dat merk je nu ook weer. Mm -hmm. Dus eigenlijk ook weer een voorschot, hè? want niemand was daar van die online sfeer die nu die actiegroepen ik, zijn. Ik, ik denk, ik bedoel, het kan natuurlijk altijd... Uh niet waar zijn wat ik nu zeg, maar ik denk dat het dus geen meute is met de hooivorken. Ik denk dat het allemaal nog redelijk beschaafd is. Het is allemaal op Twitter, het is allemaal gewoon redelijk binnen de grenzen van de, de orde. Ja. Het is allemaal vrij verbaal. Ja. Maar waar dit natuurlijk over gaat, is, 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 is dat moment waarop de beschaving omslaat in een hooivorkwereld. Dus als, als, als ik ten strijde trek tegen cancel culture, dan zeg ik eigenlijk, ik ben bang dat we hier weer in de middeleeuwen terechtkomen. Daar ben ja. ik bang voor. Ik ben niet bang voor die wokies. Ja. Echt. Ik bedoel, ik vind het wel... Nee, ik ben er niet echt bang voor, voor wokies. En vrouwen die zijn ergens bang... dat er weer echt... Uh, gewoon verkracht en gepillist wordt... in die chaos die zal ontstaan... wanneer onze beschaving verkruimelt. Ja. Dat apocalyptische beeld... volgens mij, volgens mij gaat daar... Uh, mijn figuurlijke strijd... met cancel culture of wokies over... Het gaat over de verschillende posities die je hebt... ten aanzien van de angst dat de beschaving wegvalt. Ja. Dus daarom zijn we, de Wokers ook mijn vrienden. Ik maak met hen die film. Ik denk dat ze dus allebei bang zijn. Ja, ja, ja. Ik, ik snap wat je bedoelt. Dus je zegt eigenlijk van... er is een uh, cultuurstrijd gaande... die in onze hoofden plaatsvindt... en dat is niet een strijd die... Ja, zeg je dat? Ik had van de week over van... iemand zei van... Van, nou, we mogen blij zijn dat het een digitale guillotine is en niet zoals 200 jaar geleden bij de Franse revolutie een echte guillotine, want dan gingen ja. echt die koppen er allemaal af en nu, nu zijn, cancel culture zijn, rollen de koppen figuurlijk hè? Ja. en uh, niet te min is er een dus voor, dat zie je bij Julian Anderweg is er een, een, uh, wordt hij uit de kudde gedreven dus hij is eigenlijk binnen een etmaal al zeg maar, gecanceld op zo'n manier dat hij eigenlijk giftig is, mm -hmm. niet alleen hij is giftig maar mensen die met hem omgaan zijn giftig de mensen die daar vervolgens iets over zeggen, zijn giftig. Die mensen die daarmee omgaan, het is een soort van... alles wat door dat verhaal wordt aangeraakt, wordt giftig gemaakt eigenlijk. Hè? Ja. En uh, daarom vind ik ook het ook interessant dat jij hem uh, op dat paard op opvoert... eigenlijk bij die performance of bij die, uh, bij die viewing. Omdat je daarmee eigenlijk aantoont dat dat eigenlijk inderdaad aan de hand is. Dat op het moment dat je hem opvoert en... En je zegt van nou, dit is interessant. Dan krijg je die, die, die digitale horde ook achter je aan. Zo van: dat mag je niet zeggen. En uh, uh, met, wie, met wie ben jij weer verbonden? Namen, rugnummers. Weet je wel, er wordt echt een klopjacht georganiseerd. Mm. En waarom ik het interessant vind, is omdat dat, dat me inderdaad doet denken aan de middeleeuwen. En ik denk van: het is nu online, maar wanneer dringt het door in de echte werkelijkheid? Ja. Dus het is voor mij een, inderdaad een reële angst. Dat we dat wat, wat mensen een dun laagje beschaving noemen. Dat we daar doorheen is... zakken en in die echte blinde woede terechtkomen. Ja, dus die angst is reëel, maar jij weet helemaal niet of we door die beschaving heen gaan zakken. Nee, dat weet niemand natuurlijk. Dus we zijn allemaal bezig met die En We zijn zo verwijderd van hooivorken en ook guillotines en doodstraffen en dat soort dingen. Dat we eigenlijk helemaal niet eens weten waar we bang voor zijn. We weten helemaal ja. niet hoe die wereld er dan uitziet. Ja, die ISIS ons ook voorspiegelde. Hè? Dat, ja. dat, 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 we weten, we, daar weten we er helemaal niets meer van. Nee. Dus we leven in een soort gekke bubbel. Links en rechts en voor en tegen. Uh, dus je hebt het ook over een niet bestaande. zoals het slot in Kafka niet bestaat ergens. Ja. Zo bestaat die angst voor de barbarij ook in een soort vacuüm. Ja, dus jij zegt, dat maakt dat je dus waarschijnlijk. dat is waarschijnlijk het antwoord op mijn vraag. waarom je zo onbevreesd bent in, deze, in het maken van deze films en het oproepen van zoveel woede, consternatie en agressie omdat je dit niet ziet als iets wat in de reële wereld plaatsvindt. Oh, zeker hoor. Nee, in de ik, denk dat, ik denk dat uh, elke beschaving uh, zal crashen en neergaan en al die dingen. Maar ik, ik denk dat het onmogelijk is om dat in dat proces ja, zo, zo voorspellend te kunnen zien. Ja. Dus ik, nee, ik denk, dat, ik denk dat het... Ik ben helemaal niet, niet bang of zo. Maar ik denk dat mijn fascinatie voor die angst esthetische, te esthetisch van aard is. Om, ik bedoel, daar wil ik eigenlijk liever een film over maken dan... Ja, dan, ik ben eigenlijk niet zo... Ja, ik vind dat belangrijker. Dat kunstwerk of zo. Dat spel met die wokies vind ik belangrijker. Ja, ja. Dus nu zie ik... Want het begon eigenlijk met Rodko en, de, en de, de... Wat jij toen op dat plein de paradigma shift noemde. Een culturele paradigma shift ja. waar we in zitten. Maar nu ik wat langer praat eigenlijk... Merk ik dat dat ook maar weer gewoon één klein dingetje is... Van, de, van die hele oersoep of zo. En dat je eigenlijk gewoon met een camera alles wat zich aandient als een potentieel onderwerp zou kunnen zien. Of het nou jullie een andere weg is. Of, nou, ik denk dat er heel veel gemeenschap is tussen hoe we naar een rotko kijken en hoe we naar hoe jullie een andere weg kijken. De, de betekenis staat van tevoren vast. Bij een, in beide gevallen moet, moet je als je als je het in één keer ziet, met je mond open, <laughs> jezelf vergapen, ja. jullie een andere weg op een paard. Oh, een rotko. Het ja, dus gaat dus eigenlijk wederom om dat script, ja. Dus het is eigenlijk het doorbreken van het of het eigenlijk het weggooien van dat script of zo, nou niet het weggooien. Ja, maar of ik, ik bedoel het, bedoel. het uh, ja. So, of ja, nee, dat is weer te activistisch geformuleerd, maar in ieder geval het bewust maken van dat er een script ligt, wat wat waar veel mensen naar teruggrijpen, steeds ja, dus ik we hoop zien, zien, zien jullie en sorry, we zien Julian aan en uh, op dat paard, en het script dicteert meteen, uh, dit mag niet, dit kan niet, het is woede. Uh, wie is hier verantwoordelijk voor? Wat een zieke grap. Dat is eigenlijk allemaal conform het script. Ja. Toch? Jazeker. En dan wil je eigenlijk, dat, 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 dat is juist de reden om, die, om, die, om, dat, om daadwerkelijk dat uit te voeren, die actie, namelijk jullie aan de weg die op een paard komt, omdat je daarmee dat script ook weer laat zien. Dus eigenlijk zichtbaar maakt. Tuurlijk. En uh... al die mensen zijn zelf onderwerp in, uh, in mijn film. Ja. Daar was het natuurlijk kwaad van, want uh, verkrachting, zijn geen onderwerp. Ze ja. zijn slachtoffers, daar mag je geen kunst over. In dat, in dat, met die irritatie over dat mensen allemaal dat kunstwerk in worden gezogen, wat ze er ook over zeggen, speelt het kunstwerk zich af. Ja. Dat is natuurlijk heel grappig: hè? dat kunst altijd aanspraak kan maken op de werkelijkheid, en de werkelijkheid altijd kan aanspraak maken op het kunstwerk, of de omliggende werkelijkheid. ...aanspraak kan maken op het kunstwerk. En hoe bedoel je? Nou, als een Woker iets op internet post... ...tegen het kunstwerk wat ik aan het maken ben met Julia... Dan, ...dan is dat onderdeel van het kunstwerk. En dat vindt die persoon heel vervelend. Ja, misschien vindt hij het ook wel fijn... ...want hij er onderdeel van wil zijn en aandacht wil. Maar het is ook oneerlijk, want dan, dan ben ik alsnog... ...de auteur van zijn reactie. En andersom. Dus uh, ik ben ook uh, speelbal in, in zijn uh, wereld. Hij kan mij een kant op duwen... Zo, dat is volgens mij wat mensen zo aanspreekt aan, aan kunst. Dat dat kan met, met culturele objecten. Ja. Dat is fascinerend volgens mij. ja Ik weet niet wat ik nu aan het zeggen ben. Maar, ik wil, ik weet het wel, maar ik weet eigenlijk niet waar, waar dit de reactie op was. Ik ben het even kwijt. Ja, ik probeer nu te zien... Ja, volgens mij... Ik probeer gewoon eigenlijk tot een soort van diepere... Kijk, tot een diepere essentie te komen van hoe ik hier nou naar kijk. Van, dus ik kan me voorstellen dat mensen die het allemaal niet helemaal begrijpen, uh, dat die dan denken dat het om een soort van controverse, om het controverse te doen is. Een beetje zoals mensen ook over Wilders praten, van weet je wel, er komt weer met een meldpunt Als, weet, je, weet je wel. Ja. Alsof het een zesje is van zijn. Oude ja, maar dat is natuurlijk helemaal geen. Ja, het gaat om de controverse. Maar voor maar en, en, dus mij, dus waar ik dan nu al praat, en eigenlijk het spoor waar ik nu op raak, is dat het eigenlijk echt om dat script gaat. Dat is misschien de, 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 de analogie waar ik het dan makkelijk in giet. Omdat ik heel talig ben en heel veel met, met narratologie bezig ben. Maar nu zie ik het echt zo. Al, inderdaad, dat we eigenlijk de overeenkomsten tussen alle voorbeelden die vandaag op tafel liggen. Dus er ontstaat natuurlijk ook gesprek gesprekslogica, hè? maar in ieder geval wat ik nu over zie. We beginnen bij Rotko, we, zijn er, we, we, we hebben het over de appel... we hebben het over Niet op deze manier, we hebben het over die Kira Karel-Beter Rietveld, we hebben het nu over Julian Anderweg en over uh, Sid Lucasse, En elke keer is er één ding wat steeds maar weer terugkeert. En dat is namelijk dat er een scriptreactie is, een soort scripted reactie is van. Die wereld, die, die, laten we zeggen, die, 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 die gesubsidieerde uh, kunstwereld. Die eigenlijk op een bepaalde manier hierop. Maar ook de woke-wereld. En ook de, de wereld van, de, inderdaad, die MeToo-wereld. En ook die BLM-wereld. En er is een soort script van hoe je dient te reageren. En ik heb het idee dat die Kirak-films de steeds uh, prisma's zijn die eigenlijk in dat midden van het debat gaan. En eigenlijk al die. Die absurditeit van al die scriptactiviteit in beeld brengt. Eigenlijk van: Oké, okay, jullie, jullie reflexreactie is dit, maar kijk even naar de re reflexreactie, want het is ook weer onderdeel van het script. Terwijl er is geen script. Je mag gewoon kijken zoals je wil. Je mag gewoon dat blokje wegslaan, weet je wel? Uh, bij, als je de appel binnenkomt, bevalt je niet. Je mag gewoon die blaadjes door elkaar warrelen, wat, weet je wel? Je mag gewoon denken: van, Ik voel hem even niet bij die Rotko. Je. Leg even dat script weg. En kijk even echt. Wat, wat voel je? Wat denk je? Wat zie je? Je ziet Julian aan op een paard. Oké, okay, haha. Ja, ik snap ook wel dat dat, dat de scriptreactie is van. Uh, wat een eng verhaal in NRC. Spoor van vernieling, wat bedoel je? Wat, wat is er aan, aan de hand? Ik heb ook wel die vragen bij NRC. Ik wil ook wel weten wat er aan de hand is. Ik wil, maar ik vraag het gewoon aan Julian zelf. Wat, wat was dat nou? Wat was er nou aan de hand? Weet je wel? We kunnen toch gewoon doorpraten. Ja, maar het is een enge psycho. Oké, okay, misschien ben ik ook wel een enge psycho. Weet jij veel, weet ik veel? Dat kunnen we toch ook weer meenemen? Dat, dat, weet je wel, wijken even echt van dat script af en, en dan kunnen we nog steeds alle kanten op. We kunnen nog steeds hier een oordeel, daar weet je wel. Um, Dat is hoe ik er nu naar luister, snap je? Dat is hoe ik nu, hoe ik nu in mijn hoofd probeer er een chocola van te maken. Een soort eenheid probeer te. van, van wat ligt er nou op tafel? Dat, uh, begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat, dat vind ik er in ieder geval sterk aan. Dat je eigenlijk... Dat die films gooien steeds het script weg eigenlijk. En die zeggen van... Kijk nou eens even echt. Reageer nou eens even echt. Kijk even door die eerste domme reactie heen. Weet je wel? Je hebt de film niet eens gezien. Je, je weet niet wat er aan de hand is. Je was er niet bij. Ja. Wat ja. wil je nou? Ja. Weet je wel? Wat is, en en dat, is, dat gewoon weer als nieuwe bouwsteen... voor weer, weer een nieuw onderzoek... van wat nou de werkelijkheid is waar we in zitten. Ja. En dan weer zeggen van ja, maar, want wat doet kunst anders dan dat? Dat doet Benini ook. Of dat doet, als je naar een heel goed schilderij gaat kijken, doet dat ook. Of als je uh, naar een van Gogh kijkt of zo, dan die indringende kleuren, die zeggen me ook iets over hoe de werkelijkheid binnenklapt. Mm het -hmm. is ook hoe de werkelijkheid binnenklapt. Weet je wel, het is niet, jullie aan een ander weg, daar kunnen we wel moreel, moralistisch gaan over gaan praten. Dat kunnen we natuurlijk ook doen de hele avond. Maar wat is het nou? Wat is er nou gebeurd? Wie is het? Wat doet het met ons? Wat doet het met de samenleving? Wat is die, counter, die cancel culture? Dat is, dat is hoe, ik, hoe ik het lees. Snap je? Ja. Dat vind ik er goed aan. Dan vind ik de films goed. Hè? Omdat ik denk van, dus elke keer zeg je gewoon van, uh, nou, er is geen script. Reageer gewoon even zelf. Ja. Als jou. Ja. 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 Als ik, dat, als ik dat zeg, wat, wat denk je? Oh, echt heel veel dingen. Ik zat na te denken over het woord script... en over uh, script weggooien, wat dat is... en de, de aanname dat mensen dat überhaupt zouden kunnen doen. Ja, eigenlijk al, ik was een beetje, uh, beetje postmodern aan het nadenken over het woord script. Toen dacht ik, ga ik, dat, ga ik hier nou iets over zeggen? Toen dacht ik van nee, nee, want volgens mij is dat nu niet... Uh, zinnig. Uh, ik was aan het nadenken over... over jou. Dus, dus hoe ik... Ik ben eigenlijk dan nog, ik probeer eigenlijk te begrijpen hoe jij dan weer dingen ziet. Uh, dus ik was dat aan het bekijken en nog een beetje aan het processen. Uh, ja. Ja, ik <tacht> En wat en wat. wat um... Wat zie je dan als je naar mij kijkt, die dingen ziet? Uh... Ja, ik was denk ik aan het nadenken over hoe jij, ja, ja, maar dat doe ik ook, uh, een soort van essentiebegrippen introduceert om verder te kunnen of iets te begrijpen en hoe dat, hoe dat dan weer uh, structurerend is of bepalend is. En ik zat na te denken over hoe dat nu voor mij met die... Want ik was net eigenlijk wel blij met hoe ik die andere wegfilm uitlegde. Ik denk dat ik daar wel verder mee kan. Ofzo. Ik, heb dan, ik zat eigenlijk ook wel een beetje te dromen. Want ik zit, ik zit over twee weken in de Bali. En, en die uh, Juri Albrecht heeft dan... Het was eerst de première van de film. En die noemen ze het een gesprek over de film. En die vindt het moeilijk dat hij die film daar moet vertonen. En ik denk dat dat wat ik net jou zei, mij gaat helpen om daar iets stevig te zitten. Ik was ook al een beetje daarover aan het nadenken nadenken. Hoe ga ik dat doen als ik daar zit? Want daar ga ik niet de tijd krijgen om eerst uh, een beetje vragen over rotkroot te lullen. En langzaam een mojo terecht te komen. Ik was eigenlijk weer aan het landen van, van mijn rantje van tien minuten daarvoor. Weet je wel, zoiets. <laughs> ja, ja, ja. Uh, en dit vind ik dus, wat ik dus fascinerend vind, wat ik dus interessant vind. Jij reageert nu heel erg vanuit een soort... Uh, vanuit vanuit P en niet vanuit J of zo hè vanuit een soort nu weet je wel ik ben dan even kom dan even helemaal in een soort zelf in een soort flow terecht ik ga ja. dan heel veel lullen terwijl ik ben eigenlijk ik probeer vragen te stellen aan jou en praten te krijgen en dan ga ja. ik nu een heel verhaal houden wat ik goed vind hè? of wat ik als ja. essentie zie en dan ga jij eigenlijk dan ben ik benieuwd naar je reactie en je gaat eigenlijk heel erg van het perceiving zo van ik zie dit en dit en dit en dit en dan en dan en waarom nou, dat doe ik? Dat doe ik omdat jij conflictmijnen bent. Wat ik ook zou doen is zeggen: Nu val je herhaling. Dat heb je al gezegd: we gaan niet door. Da, 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 da. Maar dan, dan, dan duw ik jou en dat wil ik niet helemaal niet. Ik wil jou eigenlijk echt de, de, ik wil jou de structuur laten bepalen. En ik ben benieuwd wat er gebeurt wanneer ik me daar aan onderwerp. Ja, ja, en, dan ja, is het, en dan is het resultaat dus dat ik, een beetje gesit, dan dat ik hoor wat je zegt, maar ik ga ook dromen ja. over wat dit mij. Dus ik probeer die rol uit eigenlijk. Ja, maar wat ik dus interessant vind... Ik, ik had het laatst volgens mij ook weer over die tweede kirak... waar dan heel veel mensen destijds al zo boos over waren... die niet op deze manier. ja En, en uh, diegene die, die citeerde jou een uitspraak van jou ook... Uh, niet, die niet in die film zit, maar wel die jij een keer laatst hebt gedaan. Zo een soort van uitspraak in de richting van... ja, het enige wat ik heb gedaan is dat ik gewoon heb gefilmd... hoe iemand bij mij komt en, en die... Uh, Um, eigenlijk dat leukentje om best wil maakt, ja. eigenlijk van ik ben niet aan het opnemen hoor. Ja. En uh, wat ik vervolgens doe is gewoon ik bekijk dat, ik kijk dat aan. Dus dat is eigenlijk ook heel erg p-achtig, Heel erg hoe noem je dat perceiving, heel erg neutraal ergens, heel erg fly on the wall-achtig. Ja. Maar jij bent natuurlijk intelligent genoeg om te zien hoe controversieel ergens dat is als je dat uiteindelijk edit en uiteindelijk online zet. Dus je bent natuurlijk wel slim genoeg om te zien wat je dat doet. Maar ergens is jouw houding uh, lay back, naar achteren toe. En dat is eigenlijk ook je houding bij die sit. Uh, uh, Lucas, je, je, je bent natuurlijk heel bewust van je, van je manipulatieve talent... maar je bent ook heel erg naar achteren aan het hangen... en aan het kijken wat er gebeurt als je het bootje van de kant duwt. Zeg maar. Dus je ja. hebt eigenlijk die twee kanten die tegelijkertijd... Die, aan de ene kant die, die, die werelddominerende... ever-expanding manipulatieve creatieve kracht die, ja. die vulkaan die eigenlijk die die, die, die die eigenlijk alle grote kunstenaars ook een beetje hebben van die die dat dat zeg maar dat noem maar even maar die Napoleon die die in iedereen zit die wil creëren van die uiteindelijk zoveel mogelijk wil veroveren die die groot is en die die expanding is en tegelijkertijd heb je die Gekke kant die je nu aan boord. die ook een beetje zo. van, die naar achter gaat zitten en. Tuurlijk. Gewoon ja. gaat kijken. En die eigenlijk nu. nu ben je eigenlijk mij aan het blootleggen. Eigenlijk. Nu ga ik ratelen. En dan. Ja. jij bent nu naar mij aan het kijken. je denkt nu van. ja, je bent nu toch een podcast over mij aan het maken. Wat zit jij nou te ratelen? Je nee, loopt leeg leeg en... Dat, uh, dat denk ik niet, hè? Bij wijze van spreken, hè? Maar ik bedoel, dat zou je bij wijze van spreken kunnen denken nu. Weet je wel. Dus je, ja. bent, je hebt ook die kant die. die, die dus, weet je dat ook eens met dat wat soort dingen? Ik <coughs> In aflevering 17 zit ik staken in het zwembad met Fille van den Hurk. En die is een soort verkooppitch op mij aan het uitproberen. Of nee, aan, nee, aan het uitvoeren. Die hij, die, die hij met heel veel ervaring doet. En um, daarin bouwt hij een soort memento mori in. Van jij wordt nu ouder en daarom zou je nu eigenlijk dit moeten doen. Over of, of een, of een tijdje ben je dood en waarom ga je dan nu niet even dit doen? En dat is een heel activerend iets, toch? Dat je, dat je doodgaat. Dat, je dan, dat is, dat is nou ja. echt eng of zo. En of tenminste. Ja. En ik denk dat. Um, ik denk dat wij heel boos worden over. Een, dat je in je blootje in een film zit. Of, of uh, iemand opbelt en het opneemt zonder het te zeggen. Omdat we eigenlijk bang zijn voor de dood. Weet je wel? Dat, dat is wat, ik vind dat een soort van. Ik geloof dat niet, dat dat zo erg is om iemand te filmen terwijl je aan het bellen bent. Uh, en tegelijkertijd <laughs> gebruik ik dat soort momenten om een mentormoren te creëren bij mijn kijker. Ik wil hem eigenlijk, je moet die kijker even dat, dat die angst voor die kudde en voor die, voor die beschaving en die dood heel even laten voelen. Want dan gaat hij, dat kunst, gaat hij openstaan voor dat kunstwerk. Dus eigenlijk wat Rotko niet doet. Dus dat, dus dat, je, dat je even bang wordt. Hè? Dat je denkt van, oh, het zal mij maar overkomen, dat ik daar gebeld word. En ik word dan gefilmd ofzo, of zo. Ik word dan blootgesteld. Dat, dat, dat iemand zich daarbij identificeert. En dat, dat, ja. dat, ja, dat, dat kan ook echt de enige angst zijn. Die, die twee momenten zijn heel goede momenten die je er nu uitpikt. Die, die twee momenten die kunnen eigenlijk alleen maar uh, controversieel zijn als dat appelleert aan een angst in jou. Ja. Weet je wel? Dat jij denkt van ja, wat is who's next? Dadelijk word ja. ik de hele tijd moet ik hele tijd bang zijn als ik bel dat ik gefilmd word. Mensen vinden het ook kinky. Hè? Want of, uh, die uh, NRC-reporter die nu uh, een stuk over gaat, gaat ons, gaat, ons gaat schrijven, Let's see wat wat komt uit of niet. Die komt dan bij ons en die kan eigenlijk niet ophouden met zeggen van ja, ga je niet. Mensen zeggen mij dat jij dingen mensen laat doen tegen ik bedoel die ze niet verwachten hadden dat ze zouden doen. En die is heel erg daarmee bezig om in dat holletje van ons. En die, is ook, die vindt het ook heel erg lekker om dan op zijn hoede te zijn, om dat spannend te vinden. Ja. Dus dat is een attractie. Ja. Je bent gewoon een soort spookhuis van mensen. Ja, 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 inderdaad. En het is eigenlijk heel grappig als je zegt: uh, nu zo achteruit leunend, hier zo uh, in deze houten bank. Uh, als je dan zo heel laid back zegt: van ja, ik snap eigenlijk de controverse niet. Dat je gewoon iemand filmt terwijl je zegt dat je niet aan het filmen bent. En, uh, en of uh, ja, uh, dat je iemand gewoon seks heeft op, op camera. Uh, ik snap gewoon de controverse niet. En dan kan ik eigenlijk niets anders dan denken van ja, nee, ik ook niet. Ik snap eigenlijk het controverse ook niet of zo. En toch ja. zijn mensen woedend, zeg maar. Ja. En datzelfde als je nu die, die beelden van Janmaat ziet, snap je? Ja. Of uh, als je nu Pim Fortuyn uh, hoort praten. Ja. Weet je wel, dat in het moment is iedereen woedend en, en bijna zeg maar blij dat, uh, dat Pim Fortuyn dood is, bij wijze van spreken. Hè? Nou, dat waren zeker, natuurlijk. En dan nu, uh, en dan nu als je. Als je dan diezelfde dingen hoort, dan denk je van ja, dat, ja. dat, is, dat speelt allemaal in, in, in mensen in hoofden. En dat speelt in hoofden van mensen die bang zijn. En die zijn bang voor dat het hunzelf zelf overkomt. En daar komt die woede vandaan. Ja. Dat is gewoon zo simpel, uh, psychologisch. Ik bedoel, dit zou je aan een kind kunnen uitleggen. Zo simpel is dit: mechanisme, zeg maar. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, ja, ik zag ook een filmpje van de week voorbij komen van een, van een meisje. die dan uh, nu probeert om de, om de vrouwen op te trommelen, de feministen op te trommelen. om dadelijk straks uh, voor de deuren te gaan liggen van uh, de balie. om die film te verhinderen. Oh ja? en dat meisje dat zegt dan ook zoiets van: uh, van ja, ik ben zelf ook slachtoffer van seksueel geweld. Hij is uitverkocht, hè? De film nu al. Ja, je ja, kunt ja, ja. geen kaartje meer kopen voor die première. En die <laughs> Zo moeten gauw, nu door die, door die feministen heen, waarschijnlijk. En, uh, maar dat, dat, dat zij dat zegt, is gewoon zo verklarend. Dat, dat is het punt. Zij is zelf slachtoffer van seksueel geweld. Zij ziet niet Julian Anderweg uh, op dat paard zitten. Zij ziet haar eigen aanrander of verkrachter op dat paard denk zitten. Je? Dat denk ik, ja. Ja, dat schreef je ook al in een soort reflectie op die post. Ik ben het eens met dat zij projecteert... maar ik denk niet dat zij haar eigen verkrachter op dat paard zit zitten. Ja, maar zij kent het hele verhaal van Julian Anderweg toch helemaal niet? Nee, maar toch... Dat... Dat, die verontwaardiging, die is, die is er wel. Maar dat komt niet omdat ze die verkrachten op het paard ziet zitten. Ja, misschien niet letterlijk, maar ik bedoel... Nee, nee, maar zelfs niet... Bedoel, Wat nee, is er met jou nee, nee, te Ik, schaften, ik, ik ben je? niet flauw, ik bedoel het echt. Ik denk werkelijk dat zij niet eens projecteert. Dat ze niet eens fantasie heeft, snap je? Ja, ja, ja. Ik denk ja. niet eens... Weet je, dit, dit, maar ik, daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Omdat ik zou dan moeten spreken om dat uit te zoeken... Maar ik stel het daadwerkelijk... Ik, ik weet het echt niet. Ik denk, ik denk dat het zo banaal en zo fantasieloos allemaal is. Ja. En zo, zonder. Je beschreef zo toen to, to die controverse voor het eerst een half jaar geleden opspeelde... Toen beschreef je zelfs als een soort GHB-zombies. Ja, precies. <laughs> dat denk ik meer. Ik dacht maar, dat het een beetje trollen was, maar jij ziet het echt een beetje zo, of niet? Nou, ik, ik voel me wel aangesproken door dat... Ik vind het wel aantrekkelijk, die gedachte... Dat, dat zij dan haar eigen krachten op dat paard ziet zitten... Dat, dat is natuurlijk een veel betere scène dan een film of zo. Dat, uh, dat, ik vind dat wel... Eigenlijk te poëtisch al. Een... Nou, niet te poëtisch. Misschien ga ik dat wel jatten van je. Dat is misschien wel mooier dan over die mensen praten als ghb is die eigenlijk geen fantasie hebben. En daarom maar het meest letterlijke wat misdadig is. Namelijk verkrachting of moord uitroepen tot iets waar we tegen te strijden trekken. Uh, maar dat idee dat ze eigenlijk heel veel fantasie heeft en heel veel nachtmerries met heel veel verbeeldingskracht. Uh, dat is misschien, ja. wel, misschien wel een beter voor in een film, weet je wel. Ja. Het is eigenlijk te veel krediet al of zo. Nou, niet te veel. Misschien uh, moeten we die mensen ook wel uh, misschien een we handje ook... helpen om, het, om er helder van te maken. Ja. ja die wokies dus... moeten ook uh, aantrekkelijk worden in die film van mij. Ja. Die moeten groot en mislepend zijn. Je zegt dit wokies um, dat is ook weer zo'n... Ja, zo whatever, in ja. Ja, zombies eigenlijk, hè? Ja. Yeah. Het is ooit vergeleken met een zombieleger en dat, dat dekt al de lading of zo. Het is eigenlijk zombificatie van het denken. Yeah. En het gedraagt zich ook als zombievirus, want je turnt echt mensen in dat denken, hè? Yeah. Dus bij een zombiefilm, wat zo mooi is, is dat iemand dan uh, gebeten wordt... en dan heb je nog een kwartier of zo, Je kunt je nog net even je armen afzagen... En dan, maar dan het is het al te laat. En dan verandert iemand ook als een zombie. En dan uh, hebben we steeds minder mensen over. En die moeten dan op daken gaan staan en zo. Ja. Die zombies van zich afhouden. Ja. En dat, uh, dat hele wokisme is gedraagt zich een beetje als een beetje Als een zombievirus Als een zombificatie van het, uh, ja. van het denken. Ja. Dus een, een soort groepsdenken virus. Ja. Dit is dan ook inderdaad. Het, het, de zombificatie is dan. ...verkrachting is het slechtste. We moeten er tegen ten strijde trekken. Ja. Zonder ook maar enige... En wat jij zegt is eigenlijk van... ...ik wil een film over Julian weg maken... ...en we beg beginnen elkaar te leren kennen. En Dus jij probeert eigenlijk open te staan... ...voor de, voor de hele complexiteit... ...die vanaf hier... Met ...die onbevangen blik eigenlijk... ...die zich voor kan doen. Waar die film ook heen zal gaan. En die misschien ook wel al die gedachten meenemen. En misschien ook helemaal niet. Toch? Ja. Dat is eigenlijk wat je probeert dan. Van, ja, laat, uh, jullie zeggen toch ook altijd dat het een mooi onderwerp is, want jullie zijn niet voor niks zo boos. Laten ze er dan een onderwerp van maken. Ja. En jij probeert het echt als een onderwerp te benaderen. Ja. Zoals ook een portret uh, schilder dat ze doen, misschien uh, 300 jaar geleden of zo, als die een portret gaat schilderen. Of ja. Ja, de kleuren gaat mengen. Ja. Klopt. Ja, interessant. Ja, we hebben best wel veel besproken, hè? Ik weet niet, je bent nu zo'n beetje zo van uh, naar mij aan het kijken. Zo van, uh, van, uh, ja, ik weet niet zo van. Ik probeer het Wat te in Nee, of ik weet niet. Ik, ik, ben, ik, ben aan, ik ben aan het denken of we, of we hem hebben. Of, 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 we, of we nu een strikje erin leggen. Omdat dit een, ook een mooi natuurlijk einde is. Of dat. dat, dat dat we nog een bocht maken of zo. Maar ik heb het idee dat jij het een beetje van mij laat komen. Snap je? Ik probeer jou aan het praten te krijgen. Mm -hmm. en, en dat vind ik er grappig aan. Dus jij denkt zo van nou kom maar op, kom maar met een goede vraag dan praat ik wel. En dus dan ben ik aan het bladeren naar die goede, goede vraag. Maar dat, dat vind ik ook weer pervers van mezelf of zo. Dus ik probeer ergens ergens op die echte goede vraag te komen. Waardoor we nog een slag dieper terechtkomen in waar het nou eigenlijk echt over gaat. En dan zit je met die essentie opgeschept, die er misschien mm. ook weer helemaal niet is ofzo. Misschien ja. dus moet ik gewoon vragen. Van, heb jij het gevoel dat, uh, dat we iets, aan iets geraakt hebben? Of heb jij iets heel anders in je hoofd? Of, of wil je zelf nog iets ter tafel brengen? Nou, ik merk wel dat het, dat het een taai onderwerp is: die uh, cancel culture en die, die, uh, die, die woke uh, ellende. Zo, dat, en ik merkte net toen ik met jou over sprak dat ik er eigenlijk heel veel zin in, zin in heb. Uh, om dat taaie onderwerp uh, los te masseren of zo. Dat ik, dat ik dat. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden. Uh, daarmee, met dat moment. Of zo en uh, Ik heb ergens zin om dat terug te luisteren. en even te kijken. wat ik daar nou precies zeg en hoe ik dat, hoe die, hoe die, uh, hoe ik dat opbouw. Weet je wel? Hey, Kriek, was het rietveld, die rietveldrelt. was dat nou het eerste moment dat jullie zelf in die cancel culture gezogen werden? Of was dat iets wat je ook zelf al. ...jarenlang in het vizier had toen? Of werden jullie echt letterlijk... ...vanwege die rel... ...in die cancel culture... ...logica gezogen? Nou, wij hebben dus die... Uh, ...die monocultuur... ...veel eerder vanuit het perspectief... ...van abstractie... ...en activisme in de kunst... ...gezien. Dus die link tussen abstracte kunst... ...en, en, en activisme. Uh, en op dat moment... Uh, kwamen al die dingen samen. Dat was, dat was heel leuk daaraan, of heel, heel, heel prettig. Uh, want voordat ik bedoel, dat, die, dat activisme in de kunst, dat was er al 30 jaar. En uh, die ontwikkeling in abstractie in kunst was er ook al 30 jaar. En dat die Elgin Marbles terug moeten naar, uh, naar Griekenland, dat is ook al heel lang een discussie. Maar nu, maar eigenlijk op dat moment kwamen echt al die dingen zo samen. En wij werden zelf ook uh, subject of een, of een bal in dat, in dat spel. Uh, en dat vond ik toen heel prettig, omdat het daarmee zich materialiseerde. Dat, dat kan ik me herinneren. Dat, dat, dat toen heel erg voelde. Maar vanaf dat moment is het voor mij ook een soort prisma geworden, wat weer open is gegaan. En weer. Het moet nu, dat, is, dat hebben we nu ook gehad. Hè? Dat, dat, dat dat even heel duidelijk werd dat dat aan de hand was in cultuur. Dat er Culture Wars was. En natuurlijk Trump was een belangrijke, ja. belangrijke figuur. Omdat dat heel dat, 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 dat teken daar te hebben in ja. de lucht. En nu zitten we eigenlijk weer in de chaos van: oké, okay, dat is nu kraakhelder. Er is een soort probleem, een soort Culture war aan de gang. Er is iets weirds. Aan de hand, maar nu wordt nu het eigenlijk allemaal weer, allemaal weer vaag. Of zo. Omdat, omdat het juist zo gedefinieerd is geweest. Zoiets wat nu zo. Ja, dus nu, nu is het een beetje zoals een kip waarvan de kop is afgeslagen. En die nog wel een stukje door blijft lopen nu. Nu loopt die ja. kip door of zo. En die kop ligt eraf. En je... Ja, en die begint weer nieuwe koppen aan te groeien. Zo ja. Een meer koppig kip wordt dat nu. Ja. Dat, dat, is, dat vind ik heel fascinerend. Zo, daar, daar zit ik nu in. Ja. Volgens mij en het, het... het is ook niet meer toereikend om in die, in die logica van wat dan cancel culture is of zo om nee. dan in te blijven. De... Want je, je merkt ook dat als je, als je er zelf grip op krijgt, dan ontstaat er ook eens meteen een moeheid om erover te praten of zo. Dat zag ja. ik eigenlijk ook al in die, in die aflevering die dan over cancel culture ging, die jullie dan hebben gemaakt. Dat je zelf ook weer je betrapt op je eigen. Ja. ...vermoeidheid over het serieus nemen van het onderwerp. Ja. En inmiddels heb ik dat zelf... ...bij mezelf ook, ook meegemaakt... meegemaakt of zo, ...dat je dan nu weer een nieuwe generatie... ...aantreft... ...die zeg maar... ...geredpilled is en dat er cancel culture is... ...en dan zelf argumenten beginnen te geven... ...en dat je, je merkt hoe saai het eigenlijk is... ...om erover te praten of zo. Ja. En terwijl er toch iets aan de hand is... ...en dan moet je dan weer doorheen kijken... Ja. ...en wat is het dan? En Dat spel heb je het dan toch over... Dat dat, dat dat. Ja, dat is, Al die processen had ik nooit verwacht dat die zouden optreden. Of, of zoiets als Trump-moeheid of zo. Ja. Ja, de laatste zaten we in Tesla toch beelden te kijken van het oh, was je weer weg, geloof ik. Nee, die, dat klopt. Ja, ja, ik herinner me. Dat je denkt van, oh ja, wat is die Trump goed, man. Want was dat een glorieus jaar? Of ja, zo, dat was eigenlijk dat dan... net na Trump. En toen ja. zaten we in november, was hij uh, vervangen of zoiets. Hè? En dat je dan, ik had dat... nooit verwacht dat er nu, die, dat dat dan die Biden of zo, dat dat, dat, dat daar dan dat dat dan die plek zou innemen op een gegeven moment. Ik had het niet kunnen voorspellen, weet je, hoe dat ja. zou gaan, zo hoe, hoe bizar. En je wordt ook geconfronteerd met je eigen totale onvermogen om dat proces te voorspellen. Ja, dat klopt. Ja, dus, dus er ontstond een soort van. Ik herinner me dus die dat we die avond Trump filmpjes hebben opgezet, ja. En een man of acht of zo, dat we tv te kijken en uh, we hebben eigenlijk best wel gelachen. Ja. En dat er ook een soort nostalgie ontstond. Ze van, ja. nou, wat was hij eigenlijk? Wat was hij eigenlijk vet of zo? Of, ja. Ik bedoel, zo van, er is al voorbij. En er ontstond een soort van. Net als het je ook zeg maar. Hand handpekel kan denken. Van wat was het toch gezellig om. Ja. Uh, ja, daar zit ik denk ik nu in. En ik weet, ik weet dus niet. Het zal dan toch naar een strikje op zoek zijn? Ik heb ook zin in een koffietje trouwens. Ik kan als, hem even pauze zetten als je wilt. Als we door moeten, dan gaan we koffie drinken. En anders, maar ja, ik weet het, niet of het door moet. Ja, ik hou het ook een beetje uit jou aan, hè? Snap je? Ik, uh, ja. Nou, ik vind het heel moeilijk om, uh, om te geven als ik niet in controle ben. Dat is het denk ik. Dus, als ja. ik, als ik, dus ik, ik stel me echt passief op, omdat ik. Ja, kijk, het moet wel doen, maar ja, ja, ja. jij vindt het een beetje lastig. Nee, ik vind dit dus weer... Ik heb het idee dat we toch een bassin aanboren nu, snap je? Je ja, denk ja, ja. van, oh ja, er komt toch nog een apotheose aan. Namelijk, ja. wat is die cancelcultuur... waar we toch eigenlijk te verveeld over zijn om over te praten... als we er toch over gaan praten? Waar komen we dan op? Zeg maar? ja. daar, daar zijn we nu. Ja. In, um, ja. Dus ik was net aan het vertellen tijdens de pauze. Dus ik ga even opnieuw. Um, ja, altijd als ik over jou praat en waar jij niet bij bent, dan en, en bijvoorbeeld mensen zijn uh, bijvoorbeeld over de zijk, over iets of zo, of het gaat over deze dingen, <laughs> dan heb ik altijd een, uh, een bepaald soort manier van kijken waar ik die mensen in, dan probeer die ik dan probeer te geven, zodat dat mensen dat in een bepaald perspectief kunnen zien. En dan gebruik ik altijd deze uitleg dat jij een spiegel bent die gedrag spiegelt. Ja. En uh, dat is interessant. Dat vind ik dus. dus dat, daar kan ik altijd op varen. Dus als je. je ja, dus bent in een ruimte. En je spiegelt gedrag. En mensen worden boos. En die worden dus vervolgens boos eigenlijk op zichzelf. Omdat je een spiegelbeeld van die mensen maakt. Ja. En ze vechten dus eigenlijk net als Don Quixote tegen spoken, zeg maar. Of tegen windmolens, tegen zichzelf. Ja. En dat laat je eigenlijk zien. Dus je bent eigenlijk heel erg. Uh, je kan heel snel schakelen. En in één keer zo. Bam, iemand. Ook als iemand heel erg veel. Snap je dat je best wel, ja, je, je, je hebt best wel een stevige fysiek en, uh, en je hebt de improvisatietalent en je kan stevig je lichaam in de strijd gooien. Dus je kan ook, je hebt best een breed arsenaal van, om mensen te spiegelen ja. uh, daarin. Dus je kunt heel snel shapeshiften eigenlijk. En dus in die zin denk ik altijd van, van mensen die boos worden van. Van, dus moet ik altijd een beetje lachen dat mensen daar dan intrappen en dat ze daar dus niet doorheen kunnen prikken, snap je? Ja. Alleen waar ik niet op gerekend heb in dit gesprek, en dus nu kom ik eigenlijk tot mijn conclusie, wat dus grappig is in dit gesprek, vind ik, is dat je het dus ook bij mij doet. En dat ik nu dus een hele rustige, ik zit eigenlijk in best wel een goede fase nu. Ik zit best in een rustige golf in mijn leven. Ik word rustig van al die lange gesprekken. Ja. Ik vo voel me in mijn kracht staan, ik voel me er goed bij. Ik, ik, ik probeer me te luisteren naar anderen, ik probeer me. Door het ego heen te breken en dat wezen de achterruimte te geven. Ja. En nu spiegel je eigenlijk mij en je wordt rustig. <laughs> en ik word daar al zeker van, dat vind ik grappig. Waarom word ik al van? Omdat ik dus nu aan mijn eigen theorie moet denken. En nu denk ik: van vrek, je bent nu ook mij aan het spiegelen. Ja. Jij bent nu zelf ook, ik boor nu in jou aan wat jij in mij ziet. En, en nu krijgen we eigenlijk een heel rustig, mellow gesprek over hele controversiële onderwerpen. En dat vind ik... Nu pas zie ik de grap daarvan, snap je? Ja, ja. Nu, nu komen al die laagjes op elkaar te liggen. En ik denk ik, vrek, dat is gewoon... Ja. Dat gebeurt, het overkomt me nu waar ik bij zit, zeg maar. Ja. Dus jij zit nu heel rustig met een kopje koffie ervan. Te luisteren en te kijken. Want tuurlijk gaan we praten over... Ja. Nu op een ander weg. Uh, ja. Cancel culture. Wat is het? Heel, eigenlijk een hele... De controverse van dit gesprek is dat wij een heel mellow gesprek hebben over, de, over al die grote dynamiet staven. Zo, ja. Daar moet ik in één keer aan denken. Het is gewoon even gedachten tussendoor. Maar misschien is het een goede brug... naar na dan de finale... van, van ons gesprek, waar we toch een beetje... Door, ook weer door die moeheid van die cancel culture... proberen heen te breken. Van, eigenlijk, ik, ik, ik moest even naar de wc... en toen zat ik op de wc en toen dacht ik van... cancel culture is... what it all boils down to, ergens. Of je nou BLM's volgt... of LGBTQ, of... COVID of klimaat of bla bla. Het is de hele tijd, uiteindelijk, hebben we een cultuur gecreëerd die grotendeels een online cultuur is. In een sociale orde waarbij cancelen, reputatieschade, tuchtiging en een betere wereld moeten opleveren. En in die, die dynamiek, in die perverse dynamiek, daar zitten we naar te kijken en daar zitten we in. Ja. En er zijn mensen die, die van die orde die een goede positie hebben... en die zeggen cancel culture bestaat niet... en dan zijn er zijn mensen die gecanceld worden... die zeggen jawel enzovoort. En, ja. en er is een soort vermoeidheid om erover te praten... of zo, want ja... wat moet je erover zeggen? Ja. En, en daar kijken we nu naar. Ja, dat is misschien een mooie... Je zei ook al van, van... ik was benieuwd wat ik net zei over, over cancel culture... of ik dat wel goed had gezegd, weet je wel? Wat, wat had je gezegd? Jij zei net aan het einde... voordat we de, voordat we de pauze ingingen... zei je van... Daar, daar zijn we ook geëindigd. Dat jij dat bij jezelf afvroeg. Of je iets wel. Of je dat, jij, of je dat scherp had gezegd. Dat over die cancel ging. Dus ja. zo, zo komt dat onderwerp nu ineens op tafel te liggen. Dus misschien kunnen we daar gewoon even over brainstormen. Waar kijken we nou naar? Waar zitten we nou in? Waarom is dat? Wat, 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 wat ja. Ik, ik kan niet het, in een het, scherpe vraag landen. Nee, dus ik, ik vind het in het geval van jullie en de anderen. Vind ik het geloof ik mooi dat ik. Dat ik hem, hij, over fysiek gesproken, hij, weet je, hij is groot, hij is zwaar. Hij heeft iets van een hele goedmoedige lobby, ook als je hem ziet. Hij heeft iets heel amicaals, iets heel hartelijks. Tegelijkertijd zie je ook wel een beetje die, uh, die drive in zijn ogen. Of bedoel je, je meent iets te zien van datgene wat mensen angst ingeboezemd moet hebben. Of uh, ja. dat. dat um, dus ik denk dan, oh ja, dus dit is dus iemand die dan. Die dan gecanceld wordt. Zo, dit is dan, is dan iemand... Bij, dat, bij, bij, bij wie we dat doen. Zo. En dat heb je dan ook bij... ik bedoel, Trump is dan niet gelukt... maar dat is ook iemand die je dan zou willen cancelen. Zo. Uh, al die karakters of zo. Ik denk dat ik het daarmee moet doen. Zo, met die... Met, met dergelijke figuren. Of zo. Ehm... Um, en ik denk dat, dat dat in een andere tijd waarin cancel culture niet bestond, of zo, dat hij ook uh, misschien wel een keer uh, de stad uit was getrapt. Weet je wel? Of als hij weet ik veel, een soort, uh, Ja, als hij in de jaren tachtig uh, had gezeten. Ja, of de middeleeuwen uh, of zo. Dat kan ik me best voorstellen ja. bij aan. Ik kan me best voorstellen dat hij het een keer heel bond maakte op een feestje. En dat uh, weet je wel? Dus, dus dat is dus, dus, dus. Ja. Het heeft ook iets ongelooflijks ouds, toch? Dat cancel culture. Het is dus. dus, dus, ja. dus, dus, dus en dat is inderdaad wat het eerste wat gebeurt als, als het voor het eerst gebeurt... en volgens mij is dat met MeToo, mm. aan het begin van MeToo... is het eerste wat mensen roepen is, het is een heksenjacht. Uiteraard en Dat precies, is een metafoor he. van de middeleeuwen. Ja. Dat is natuurlijk, je zegt eigenlijk... in, 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 in de heksenjacht is eigenlijk ook uh, vaak dat je die ene outcast uit het dorp uh, verjaagt. Ja, dus ik moet denk ik als filmmaker of als kunstenaar oppassen dat ik niet... Heel erg gaan ga leunen op dat begrip cancel culture. Dat dat, dat nu een opkomend iets is. Of dat hot topic. Je moet het denk ik gewoon zien voor wat het is. En het is ergens wonderlijk dat het een tijdje niet zo is geweest of zo. Maar ja. dat, het is, is zo'n oude dierlijke behoefte ja. om, om mensen te straffen. Buiten de stadspoorten te zetten. Ja, en daar een symbool van te maken. Ja. En we zijn hier in een dorp. We hebben vanmiddag op het plein gezeten. En we zien dat die schandpaal staan. Ja en dan word je weer even herinnerd aan uh, ja wat een schandpaal eigenlijk is hè ja. dus dan moet je dan met je hoofd en je handen in ja en, uh, en dan kunnen mensen kunnen ook helemaal die kunnen eigenlijk precies hetzelfde doen wat ze op Facebook doen ja. het is gewoon echt gewoon precies hetzelfde ja maar, maar het, is gewoon ja. zo van je je je, je 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 wordt een symbool op een plein van iets wat niet mag en mensen kunnen daar hun agressie op kwijt ja toch op een hele gestructureerde manier ja zo van jij ja, schoft of een tomaat gooit of op pissen of ja. Aan de oren trekken. En diegene die krijgt ook honger en dorst. Raakt uitgeput. Doet pijn. Je raakt verkrampt. Ja. Ja. En die, en die opa die zei zo van zo ja. Op, het, op zijn Duits van uh, ja maar. Uh, die was eigenlijk de toeristen aan het geruststellen. van ja, Dit is wel echt zo'n ding. Maar um, dat was ook gewoon voor mensen die een dag niet goed hadden gewerkt. En dan moesten ze hier gewoon een uurtje staan. En mochten ze daarna gewoon weer terug. Of zo. Die wilde onmiddellijk het rituele uh, zuiverende karakter daarvan. Uh, benadrukken. Ja. Als een soort vrolijk sprookje of zo, waarin af en toe mensen dan op zo in zo'n ding klem werden gezet. Zo, ja. Zoiets. Ja. Ja. Terwijl, terwijl ja. Um, volgens mij wat, waarom, waarom het interessant is om zo'n zo uh, schandpaal dan te zien. Is omdat het je herinnert aan hoe, hoe eigenlijk hoe normaal dat is. En hoe, hoe, dat de mensen daar blijkbaar. Ja, volgens mij wat we nu nog niet weten, is hoe dat gaat aflopen. Dus we zijn nu weer een nieuw ritueel aan het introduceren, het zogenaamde cancelen. En ja. er zullen nog vele mensen gecanceld worden, maar we weten eigenlijk nog niet hoe dat ritueel afgerond moet worden. Ja. Het heeft een soort open eind. Het is een soort forever of zo. Ja. Daar, gaat, daar gaat op een gegeven moment een vorm voor ontstaan. En ik. Uh zie daar wel een rol voor mezelf weggelegd dus ik, ik, ik zou wel een soort 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 vorm willen bedenken of een kunstwerk dat dan dat dan mensen weer terug ja vind ik dat 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 riep ik even bij jullie een andere weg van ik heb jullie een andere weg ontcanceld, maar dat vond ik niet bevredigend want ja dat kun je wel zeggen maar dat is dan niet zo maar je um... we gaan in ieder geval nog zien hoe dat hoe dat hoe dat zich hoe deze dit ritueel zich nog volwassen gaat maken, compleet gaat maken. Ja. Daar kunnen we naar kijken de komende tijd, de ja, komende ik, tien jaar. Ik vind, ik vind het. Waarom ik denk ik zelf zo ageer tegen cancel culture, uh, als je het ageren kan noemen, waarom ik er zo tegen te keer ga, is omdat het voor mij iets wegneemt wat ik juist vaak goed vind, ondanks de misstanden. Dus ik werd heel erg getriggerd door het geval van Kevin Spacey. En daarvan denk ik van ja. Um, volgens mij is het klip en klaar dat die Anthony Rapp, die dan hem als eerste cancelt, die heeft in interviews gezegd: Ik wilde alleen met hem praten, ik wilde vooral met hem praten, ik wilde tot hem doordringen. Die wil eigenlijk zo'n gesprek als dit gesprek met Kevin Spacey hebben, weet je wel? Die heeft, hoeft helemaal niet binnen 24 uur dat hij uit films wordt geknipt en series wordt weggehaald. Hij wil gewoon met hem praten. Dus die, die bloeddurst zit niet in Anthony Rapp, die zit in die mensen omheen. Um, dus dat even terzijde. Wat het effect vervolgens is van hem cancelen, is dat hij, kijk, als je naar bepaalde Hollywood-projecten kijkt, en je ziet echt die echte, rauwe backstage-footage van echt grote films, van het grote talenten, dan zie je dus die acteerprestatie, maar je ziet ook vaak die gekte. Ja. En ik vind het helemaal niet gek. Welke gekte? Dat... Ja, van bijvoorbeeld, laten we even als voorbeeld noemen. Uh, heel simpel. Uh, moeten MM's klaar liggen of zo. Of wat, of ja, wat? bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld um, um, Marlon Brando in uh, Apocalypse Now. Die speelt een ge geweldige rol um, als Colonel Kurtz. Ja. Maar die is ook echt verschrikkelijk in de, uh, in de backstage. backstage dat maar. bedoel je, gewoon ja. de, 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 ja. de celebrity gedrag. Ja, bedoel precies. Je. Bijvoorbeeld, hij heeft dat boek niet eens gelezen. Hij komt drie weken, vijf weken te laat. Terwijl ja. Elke week een miljoen kost. Weet je wel, echt schoftrig. Ja, Weet je wel? Prima Donna. Ja. Maar, maar intussen neelt hij gewoon in die slotscène van Epocalypse. Nou, improviserend. beetje met... zoals stark en kirak. Ja, precies. Komt ook altijd te laat. En dus, dus met diezelfde. Dus ik, ik kan me heel goed voorstellen dat die, die vervagende grenzen. In die rare subcultuur die je met z'n allen creëert. ook bestaan. Snap je? Dus ik denk, ik, het kunnen best misstanden zijn. Dus ik wil best wel mee in dat, dan, als er echt iets gebeurt dat over de schreef gaat, dat je daarover praat. Wij daar zijn er twee dingen aan de hand. Zeg. Maar aan de ene kant is Apocalypse nou echt een film die mensen op dat moment nodig hadden. Het ging echt ja. over dat kunstwerk. Dat was iets nieuws. En uh, House of Cards is echt een hele goede serie. Ik heb ik met veel plezier gekeken. Maar die soort van woke movement of me too movement, cancel movement, die heeft een situatie teweeg gebracht in een in een, in een in een kunstvorm die al zwakker aan het worden is. Want House of Cards is, is niet ja, ja, ja. iets dat je nodig hebt om de wereld op een andere manier te zien. Ja, het gaat ja, ja. om een soort beetje cynische manier. Om ja. wat, wat je al weet over macht. Er wordt niet een nieuw inzicht gepresenteerd. Nee, zelfs, het, is niet, zelfs, het is niet noodzakelijk in, dat je die film ziet. Zelfs in tegendeel inderdaad. Het is eigenlijk heel belegen wat, wat House of Cards doet. Dat klopt. De vocal die krijgt grip op... Op uh, die, die serie, zeg jij, omdat het al een zwakke serie is. Nou, niet op die serie. Er zijn geen verdedigers. De nee, niet alleen op die serie, maar op, een, op, een, op een, een, een context waarin eigenlijk al die series een beetje zwak aan het worden zijn. Een beetje, ja. En die Wokies is natuurlijk de wraak de vraag van de, van de uh, saaie schapen op de Primadonna. Ja. Want de enige in die serie die natuurlijk geniaal is, is Kevin, is, Spacey. Is Kevin Spacey. Dus die moet weg. Maar dat is ja. ook niet zo erg. Want hij speelt de genie in een, in een redelijk goede serie. Ja. Het uh, is ja, dus dus niet dus zo gaat... eigenlijk dat hij weg moet. Nee, daarom kunnen ze niet. Ze zeggen doen. eigenlijk, ze zeggen eigenlijk, ja. Dus 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 om heel even nog mijn vorige punt af te maken, ja. want dit is wel interessant wat je zegt. Dus ik wilde op reageren, maar dus dus. Met de Marlon Brando op Apocalypse Now als voorbeeld, hè? maar je hebt honderden voorbeelden. Je moet zien dat zo'n film is een, is een monsterproductie, is, is een miljoenenproductie. Is eigenlijk een economie, een wereld in zichzelf. Dat is natuurlijk ook de klacht. Je kunnen misstanden ontstaan, want dat is een koninkrijk gesticht. Natuurlijk, hè? Maar, dus, um, maar je moet ook zien dat, dat, dat die gekte die daar ontstaat vruchtbaar is voor kunstenaars en kunstenaarschap... om dat op zo'n manier vorm te geven... dat die grote kunst ook gaat ontstaan. En zonder die slotscène van Apocalypse nou, waar Marlon waar Brando in schittert... en we hoeven, we hoeven daar nu helemaal niet in te duiken hoe dat is ontstaan... maar dat is eigenlijk een heel episch verhaal ik zelf. Zonder die slotscène is die film niet zo betekenisvol en belangrijk voor onze cultuur. Dus je hebt ergens die ontsporing en die gekte ook weer nodig... als een soort oersoep waarbinnen al die mensen... al die winkeltjes, al die belangen... zoals jij ook in jouw films werkt, jij werkt met al die laagjes. Snap je? En, en waar toe grip op probeert te krijgen... is op juist die gekte en die ontsporing in die wereld. Terwijl natuurlijk moet je misstanden misschien aankaarten... als je dat heel belangrijk vindt, maar je moet niet... Zo, uh, de, de, dat hele proces steriliseren. En ik vind cancel culture op zo'n manier: uh, uh, Grip krijgen dat het een sterilisatieproces is van die hele cultuur. Dus je gaat een hele klinische, clean film maken. Uh, omdat niemand meer, ook maar met niemand een machtsrelatie kan ondergaan. Of ja, weet je daarmee, daarmee compasteert het zichzelf ook toch? Het wordt ja, zeker, zeker, zeker. Dus dat, dat is ik wil ik alleen zullen... even, even sorteren waarom ik zelf zo, zo ageer tegen die cancel culture. Omdat ik dus daadwerkelijk zie dat het dus eigenlijk de dood in de pot is voor goede kunst. Maar jij zegt eigenlijk, en dat is eigenlijk een goed antwoord van. Uh, Precies, ja. ja, dus eigenlijk is het al een zwakke serie. Het enige wat echt goed is in die serie is Kevin Spacey. Ze cancelen hem, maar ze zeggen eigenlijk tegen Kevin Spacey: Je kunt beter ergens anders heen gaan, want hier is een dode cultuur. Dit is wit koraal. Het koraal is gestorven. Ja, en, en, en ik. Toch? Ja, ik vond het eigenlijk teleurstellend dat die filmpjes die hij daarna nog één keer per jaar met Kerst of zo uitbracht, dat die saai waren. Ja. Ik, ik nodig Kevin Spacey bij deze uit. Om iets met mij te gaan doen. Ik heb een interviewverzoek een keer ingediend. Uh, maar ik heb er nog geen <laughs> Nee, actie. maar, dat, ja, maar dat, dat, daar is dan de afstand nog steeds te groot voor. Dus hij, hij is wel naar beneden gevallen. Maar niet zo laag als Kirak. Ja, ja dus hij, dus hij, dus hij is eigenlijk niet naar beneden gevallen. Hij is gewoon ergens... Ja, en hij is natuurlijk multimiljonair en zo. Ja, ja. Dus hij hoeft helemaal niks meer. Maar het zou, het zou kunnen. Ik denk, ik, het is... Ja, maar dit, maar dit is nu... nu ik wilde heel even mijn... mijn uh... Mijn, mijn ding uitwerken. Maar nu wil ik echt meer weten over wat je daar zei. Van jij zegt eigenlijk: van... Er is die cancelcultuur, cultuur, die, die woke mensen die krijgen grip op de samenleving. Waar die samenleving of die cultuur zwak geworden is. Ja. Is dat iets wat een echt een patroon is? Of is. Eigenlijk zeg je dat als, als House of Cards zo goed was geweest als Apocalypse Nou had de serie verdedigers gehad. Van Kevin Spacey. Ja, geloof, gelovigen. Ja. Want House of Cards is iets wat de zombies kijken naar hun werk. Die ja. gaan echt niet House of Cards verdedigen. Die wachten gewoon tot er weer een nieuwe serie komt die ze redelijk, komt, die ze redelijk vermaakt. Ja, precies. Die willen gewoon Dan gaan ze wel Downton Abbey kijken. Niemand zo. gaat sterven voor um, House of Cards. Maar volgens mij zijn er wel mensen die willen sterven voor Kirak. Ja. Nee, dat weet ik niet. Maar... Nee, maar dat klopt. Dat was zo goed aan, dat, aan vorige week. Aan jullie event. Dat daar mensen waren die echt, echt begeesterd waren en yeah. passie hadden. Ja. Yeah. En dat is inderdaad wat mensen nog steeds hebben voor Epic Clips. Nou, ik zit nu opnieuw weer enthousiast over die film te praten, weet je wel? Yeah. Dat is omdat het gewoon echt een vet film is, echt een goede film is, weet je wel? Ja. Valt het vanmiddag over Q-Break. Dat is gewoon yeah. echt een goede regisseur. Ja. Yeah. Dus, dus dat, is, dat is ook wat ik een beetje. Uh, ja, wat je, eigenlijk, wat je eigenlijk aantoont met Cancel Culture is. Dat is eigenlijk een mooie manier om naar te kijken. Dus je zegt eigenlijk van die cancel culture, je krijgt grip op, op plekken waar het al zwak geworden is. En je moet gewoon dan wegbewegen van die zwakke plekken. Je moet eigenlijk bewegen naar waar het sterk is. Ja, maar dat kan niet hè. Je kunt niet ergens anders naartoe bewegen. Je kunt toch wel op die compost gaan staan, denk ik. En dan moet je dan niet, daar moet dan een bloem op groeien. Ja. Ik geloof niet in dat wegbewegen. Ja, ja, dus jij zegt van. Omdat ik denk dat moet... dat niet kan. Zoals jij ja, die dus je... vluchten voor corona, je kunt wel naar een ander land gaan, maar dan zijn ja. dan ook weer die regels. Dat is ja. soort van de, de fase waarin de mensheid zich niet bevindt, is dat het globaal ja. is. En dat... ja. Dus in een decadente samenleving, waar, waar we eigenlijk al. Ja, we zijn eigenlijk in een soort nihilistisch tijdperk allemaal uh, grootgebracht. Dan krijg je 9-11, en dan, dan moddelt het nog heel lang door. Dan is eigenlijk heel veel cultuur zwak of niet goed genoeg. En dan, uh, en dan krijg je de economische crisis. En dan wordt alles onder een kook-, in een snelkookpan geplaatst, want er is minder geld. Nee. En dan krijg je dus excessen en teloorgang. En dan krijg je Trump en Brexit. En dan krijg je counterculture en cancelculture en wokies en stress. En dat, is allemaal, dat composteert allemaal... En het enige wat je kan doen is dat weer vermalen tot iets nieuws. En dan hopen dat daar weer bloemen op groeien. Is dat, is dat hoe je. Nou, niet hopen. Je bent, je, bent, je, bent, je bent op zoek naar specifieke elementen in die compost waarmee je iets kan maken. Of... Ja, ja. Ik, ik, heb, ik, ik denk dat ik zelf heel vaak met lokaliteit bezig ben. Gewoon wat wat een lokaliteit wel overleeft of zo. Of wel, wel bestaat nog, zoiets. Wat bedoel je dan? Nou ja, een, een van de effecten van dat Hollywood uh, waardeloos is aan het worden, is, is, dat, is, dat, uh, is dat ik er ook niet meer heen hoef. Of zo, weet je wel? Ja, Het ja, is interessant uh, dat nu, nu die COVID-regels. Daar gaan we eind over gaan, weet je wel, zoiets. Ja, die, die, met die COVID-regels kom je er eigenlijk achter dat je heel veel dingen niet, niet hoeft of zo. Hè? Ja. Dat is eigenlijk het meest chockerende aan, aan al die maatregelen: is. dat ja. je ook helemaal niet mist of zo. Ja, dat klopt, ja. Dat kun je ook allemaal doorstrepen dan. Ja. Dus ik helemaal geen zin om dan die oude vormen te gaan reanimeren. Je moet weer dat, dat doorzoeken naar dat nieuwe eigenlijk, ja. hè? dus Dus die bloem laten bloeien ofzo, ja. die grond prepareren, zodat ja. er iets tot bloei komt. Ja. En uh, ja, dat is wel heel helder. Ja, en dat is eigenlijk bij jullie gebeurd door dat eerste filmpje met... Uh, bij de appel, daar ontstaat... Daarom ben ik ook zo benieuwd als net aan hoe, de, hoe dat moment was, snap je? Want dat is voor, voor mij zo'n duidelijk zo'n... Zo'n bloem, zo bloempje wat dan begint te bloeien op die composthoop, ja. dat was het voor mij in ieder geval toen ik die eerste Kirak-films zag. Ja. Toen dacht ik, weet je wel, ik was, ik was met de snijtafel bezig en jij sprak me daar toen nog uh, op aan, zo van uh, laten we... Weet je wel, wij kwamen elkaar tegen toen ik daar nog mee bezig was, of net mee gestopt was of zo. Ja. Toen was je nog niet met Kirak bezig en, en één of twee jaar later toen zag ik dus die Kirak-films en toen... Toen dacht ik van, wat zat ik eigenlijk achter dat malle tafeltje te doen, snap je? Ik, ja. weet, ik betrapte mezelf eigenlijk op hoe onig hoe, hoe die snijtafel was. Ja. En hoe eigenlijk, hoe, 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 hoe oude stijl ja. uh, dat was of zo. Ik, 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 ik kwam met die Kirak uh, films weer voor het eerst achter mijn eigen, ja, achter mijn eigen uh, ritmes en clichés. En, uh, snap je? en ik dacht ook weer van, ik ben, ook, ik ben er ook in vastgelopen. Ik moet ook weer... ...opnieuw bij mezelf te raden gaan... ...van wat ben ik nou eigenlijk mee bezig of zo, ja. snap je? Ja. En dat, daarom dat ik die, die eerste momenten... ...die eerste filmpjes van Kirak... ...dat zijn eigenlijk weer nieuwe bloempjes... ...die ook weer ja. zelfs over de snijtafel heen groeien... ...wat alweer oud geworden is, snap je? Ja. Ja. En dus daarom dat ik dat probeer te bevragen... ...van wat is dat nou? Wat is dan dat die, bloei, die bloei geweest of zo? Of die composthoop? Nou, snijtafel en Kirak lijken van... natuurlijk op, op elkaar... In ...omdat ze kritiek geven en omdat ze allebei het gevoel hebben dat ze iets vast hebben wanneer ze iets beetpakken uit de uit de sta, van de status quo dus als de snijtafel dan de wereld rijdt door populair nederlands televisieprogramma vast heeft dan hebben ze het gevoel aan oh, nu hebben we iets te pakken of ik heb dan het gevoel dat ik iets vast heb wanneer ik, weet ik wat een nederlandse kunstenaar uh, vastpak yeah. maar die uh, ja, snijtafel is uiteindelijk dan daarmee tevreden met dat met dat vastgrijpen ja, en tot in die vorm blijft hangen eigenlijk. Dus eigenlijk hij blijft dat... achter dat tafeltje zitten. Ja. En dat tonen jullie alweer aan door dan naar die plek te gaan en dat, en dat dingetje om te willen schoppen of zo. Ja, dan en zeg dan zeg je dan eigenlijk van: je hoeft niet, je hoeft, ja, het moet weer door of zo. Het moet naar buiten. Het moet. Je je mag die ook hier een Het wat ik denk de droom van Casper, van die dan snijdt had voor Edith... volgens mij zo heet Casper toch? Ja. Dat is, die, dat is toch weer dat die wereld dan goed wordt of zo. Ja. Die, is niet, die is niet uit op vernietiging. Ja, die wil, die wil gewoon die wereld. Maken. Ja, gewoon repareren. Repareren. Ja. ja. Jij ja. wil eigenlijk vanuit die kunstenaarsprincipes dat weer helemaal opnieuw herscheppen. Of misschien, misschien ja. moet ik het anders vragen. Is, is het begin, die allereerste kirak, is dat wel het begin geweest? Of, of is dat bloempje, dat moment dat je echt dat bloempje ziet bloeien op die composthoop, is dat later geweest? In, in, in een van die vele afleveringen? Of is dat nog steeds niet gebeurd? Of, nou, dat, dat bloempje dat is de relatie tussen mij en Kate. Dat is dat, dat, daar is dat uit ontstaan. Wij, 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 yeah. Kennelijk konden wij samen uh, soep maken of chocola maken. of dat bloempje maken van die, van die, van die compost of zo. Hè? Dat yeah. werd, 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 werd specifiek. Ik denk gewoon in de lichamelijkheid van Kate. in zo'n ruimte bijvoorbeeld. of in wat zij zei. of, of mijn lichamelijkheid. In die, dat, wij, wij, wij werden in een keer helden in dat, in dat verhaal. Ja, ja, ja. Voor en achter de camera. Ja, dus het gaat in één keer jouw gekte of jouw, jouw expansiedrift krijgt ineens een uitgekristalliseerde vorm. Ja. Zodra jij jou gaat richten op Kate. En in één keer werkt dat in jullie ja. gezamenlijke dialectiek of zoiets. Ja. Ja. En, en, ja, precies. Dus dat is eigenlijk... En is dat een vanzelfsprekend moment geweest? Of was dat schoon bij haar om daar... In mee te gaan. Nee, 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 Katie wilde. Nee, nee, ik ook, ook geen schroom. Uh, ja, laatst zat ik te kijken naar een hele oude footage. We hebben ook nog een film proberen te maken in Afrika. over rotschilderingen en die is nooit afgekomen. En toen zag ik twee mensen zitten voordat Kirak er was. die eigenlijk nog heel erg aan het zoeken waren naar een rol. En ik zat nog in. Ik was toen nog kunstfotograaf en zo gedroeg ik me ook. En Kate was nog een uh, soort uh, masterstudent, potentiële phd kandidaat uh, je, je, je werpt die, 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 die rollen van je af die je onnatuurlijk voelen... en doet er eigenlijk een nieuw jasje aan. Een nieuwe jas aan. En, met, ja, maar, ja, en dan... Uh, totdat die past of zo. Je bent... Dat ja. zoiets, zoiets bij je aan het doen. Maar ja, dat is, dat is misschien een beetje een obligaat uh, verhaaltje. Um, ja, nee, helemaal niet hoor. Helemaal, het is helemaal niet, kijk, kunstenaarschap gaat over dat je allerlei kunst. kunst dat je alle, van allerlei dingen probeert. Tot er, totdat er uit, vanuit die kunstmatige toestand iets natuurlijks ontstaat. Want wij, ja. wij, wij noemden onszelf art critics. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar ik, ik wist al meteen dat dat een leugen was. Ja. Uh, maar dat was wel een goede leugen. Dat gaf ons heel veel energie om het gewoon art critic te noemen. Zo. Ja. ja. Uh. En waarom? Ja, omdat art critic gaat uit van objectiviteit en een soort bijdrage aan het systeem le le leveren. En een kunstenaar die maakt een braaf kunstwerk. En dan gaat de art critic er iets over schrijven. En dan blijft het systeem mooi in stand. Of zo. Dat gaat uit van dat je dat systeem waardeert. En om dan eigenlijk zo, uh, zo oneerbiedig daarmee om te gaan, dat. Ja. Dat, yeah. Dat geeft energie. Ja, ik snap het, ja. Ja, het is heel interessant. Ja. Ja, dus in die chaos, in die composthoop. Het is eigenlijk heel mooi om uh, House of Cards, eigenlijk al, die serie al als onderdeel te zien. Van dat... Uh, dat, dat, die, dat die vergane glorie, van dat ja, Hollywood-idee. Een beetje in verval. Ik vond ook inderdaad, ik vond ook in de eerste seizoen uh, vermoord uh, het personage die? Uh, Underwood. Vermoord een journalist en daarna nog iemand, of eerst iemand in een garage en daarna de journalist die dat op het spoor komt. Dat vond ik al zo leem eigenlijk. Toen dacht ik al van ja, een, een, als je een politieke satire maakt, ja. dan wil je eigenlijk niet dat jouw protagonist bloed uit zijn handen heeft, want dan is het al niet meer iedereen. Dan dat is een verheerlijking van... van de van van Bill Clinton en van Hillary Clinton. Ja. Die perversie van uh, van Bill. Ja. Terwijl we midden in de Trump tijdperk zaten. Ja. Maar dat ik vond, dat vond ik niet erg, hoor. Ik vond ik, ik snap ook dat we pas over tien jaar een goede serie over Trump kunnen zien of over twintig. Nee, jaar. maar ik bedoel, volgens mij was het Wil Wil Wil, um, wil House het House of Cards was al iets eerder. Hè? Ik denk dat 2013 uh, dat begon, 2012 ja. of zo. Dus wat wat volgens mij wat, je, wat zij willen is. Het is ook een remake volgens mij van iets uit de jaren zestig. Wat ze dan willen is. Um, het machiavalisme van de politiek laten zien. Ja. Het doel heilige middelen. Ja. Uh, er, er worden spelletjes gespeeld. Ja. De openingsscène: hij vermoordt een dier. Ja. Deze man heeft. Uh, ja, die die stapt over lijken. Ja. Dat doen mensen in de politiek. Ze, ja. ze lijken over onze belang op te komen, maar ja. er zijn andere dingen aan de hand. Dat, ja. dat is dan de. Pretentie, hè? Ja. Nou, heel mooi of zo. Alleen dat gaat eigenlijk al uit van onze domheid als kijker. Want ja. we zien natuurlijk dat als, we, als je alleen al naar nu naar Hugo de Jonge kijkt of zo, dan is er natuurlijk iets heel anders aan de hand. Wat, Wat is dat? nou echt aan de hand, snap je? Dat is helemaal niet het doel, weet je wel, dat is helemaal niet dat machiavelisme en dan even een. snap je? Je gaat toch geen film over Hugo de Jonge maken die begint met dat Hugo de Jonge een. een, een een dier oh, doodmaakt. Ja. Ja, en dan vervolgens het... ook nog een moord begaat. En dan nog een moord begaat. Omdat wij denken. Het, ze lijken voor onze COVID-belangen op te komen. Maar eigenlijk heeft hij bloed aan zijn handen. Het is echt een machiavellist. Mm -hmm. Natuurlijk is dat niet aan de hand. Er is iets heel anders aan de hand. Met onze politieke werkelijkheid. Dus het is al helemaal niet diep. Het is gewoon plat. Het is gewoon thriller-achtig. Ja, klopt. Ja. En dat is wat er niet goed aan is. En daarom is het een dunne serie. Maar het is zo mooi gebracht. Het is een mooie Netflix-sfeer. Dat je denkt van het is gewoon, weet je, wel, het is een glimmende brochure. Het is een mooie productie. Topcast, Kevin Spacey zit erin. Geweldige acteur. Breek meteen door, door, door de vierde wand heen. Het is redelijk nieuw in dit soort fictie. Dus we zijn onder de indruk van de productie, van de, van de production value. Maar het is, inhoudelijk is het dun. Snap je? Ja, want, nou, want, je, want het tapt niet echt in op het DNA van de politieke werkelijkheid waar we in de wereld in zitten. Niet echt. En dat is, dat is wat ik denk als, jij, als ik jou wil praat en je zegt van ja, het is eigenlijk al niet meer... Snap je? Hè? Het is niet, al niet meer zo goed als uh, American Beauty 20 jaar geleden. Dat was echt goede kunst. Het is gewoon afkalving. Een, een echo van een echo van een echo van... Ja, en ik vraag me dan nu af of dat komt omdat... Want volgens mij die nostalgie naar een soort van heldere trillerwereld waarin dan machiavellistisch politiek spel wordt gespeeld... Dat kan denk ik best goede kunst opleveren. Ik zit, probeer nu echt te identificeren waar dan in mijn ogen de zwakte van die serie zat. Um... Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Ja, dat het iets daarmee te maken heeft. Het heeft iets te maken met de analyse die het doet. Ja. Met betrekking tot die politieke realiteit. Ja, kijk, als ik, nu, als ik nu een politieke satire zou maken over waar wij nu in zitten, dan zou ik beginnen met. Brussel en dan zou ik beginnen met glazen platen en varens en mensen die onzichtbaar zijn en geen gezicht hebben en bureaucraten en afstandelijkheid en dan zou ik die, die vluchtige cultuur laten zien en die Frans Timmermans die verdwaalt is in die cultuur en op een patertje lijkt en vet man. Snap je? Dan, dan dat zou ik helemaal de... anders aanvliegen, snap je? Dat zou over voor mij helemaal niet gaan over machiavellisme. maar veel meer over gripverlies en lucht en vervliegen en snelheid en vervangbaarheid en, en om. De onpersoonlijking van mensen en, uh, ja. en het loslaten en de dromen die eigenlijk zo, het zo hebben losgelaten, zoals we ook zijn opgegroeid in de jaren tachtig, dat, dat we eigenlijk zweven en ja. luchtledigen zitten. Dat zou mijn politieke satire zijn. En ik ja. zou helemaal niet beginnen bij iemand die bloed aan zijn handen heeft en die gnag 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 gna, niffelend rondkruipt en manipuleert. Dat is toch geen politieke satire? Dat is helemaal niet aan de hand. Nee, daar ben ik met je eens. Ik, denk dat, maar ik, denk, ik, ik zag dit ook niet als een politieke serie, maar ik zag het inderdaad als een, als een romantische serie. Maar de, ik ben, ben het wel met je eens dat het heel interessant zou zijn om, om. Want wat jij nu beschrijft is ook weer een vorm van romantiek. Dus de, die geanonimiseerde politicus, die vreemde Hugo de Jonge die zelf niet weet wat het is. En Rutte die een veel hoger bewustzijnsniveau heeft, of zo'n Timmermans. Die Timmermans beweegt. Trouwens wel als zo'n Frank Underwood in die wereld, denk ik, veel meer. Maar, ja. um, maar eigenlijk ook de, de combinatie van die verschillende types. Dus je hebt zeker Frank Underwood nog rondlopen. Maar je hebt ook die gekke ja, die zombies. En, en inderdaad die architectuur die erbij hoort. Dus de Europese Unie. Ja, hoe het zich verhoudt tot Big Tech en andere grote industrieën. Het zou geweldig zijn wanneer er een... Wanneer er een crowdfunding op gang zou komen. Maar ook niet alleen. Het gaat niet alleen maar om geld. Maar ik denk ook. Schrijvers en ideeën en scènes. En eigenlijk om een soort grote bak te maken. waarin. allemaal dingen die aanspraak maken. op eigenlijk het beeld wat jij net schetst. om dat samen te gaan voegen. Yeah. En eigenlijk langzaam te kijken kijken van hoe ga je daar nou in godsnaam een kunstwerk over maken? Ja, je wil eigenlijk filmen zoals we van, vanmorgen de office zaten te kijken. Je wil goed aanvliegen zoals die office, weet je wel? Ja, maar die echte, de, de die, echte al... die echte ja, ja. fly on the wall-achtige blik op die, die, die bureaucratenwereld. Maar, maar wat, wat, wat de office volgens mij? Uh, ja, dat is weer iets en... anders, voorbeeld is misschien. Nou, nou, zei, nee, voor het is volgens of... mij heel relevant om dat met elkaar te vergelijken, want in de, dus die Brand, hoe heet hij ook weer? De David office, Brand, David ja. Brand, die uh, is een idioot... maar heeft tegelijkertijd heel veel menselijk gevoel. en een soort intelligentie voor de situatie. Want eigenlijk, al die fouten die hij maakt, namelijk dat hij iedereen wil plezieren. gaat uit van dat hij eigenlijk heel veel ziet. en eigenlijk heel gevoelig iemand is. Ja. Hij doet daar de hele tijd alleen maar verschrikkelijke narcistische dingen mee. maar het is eigenlijk heel gevoelig. Zo. Ja. Maar die soort van afstandelijke ik denk dat je in de EU weinig mensen zoals die Brand aantreft nee tuurlijk in dat het misschien het voorbeeld waar, maar ik bedoel meer de die mockumentary techniek bedoel ik eigenlijk meer in dit geval ja tekenen. maar die heb je die, die kun je volgens mij sowieso gebruiken maar ja. die mockumentary techniek die is krachtig omdat daar dan die Brand in rondloopt dus ja, wat, ja. Voor, wat voor vorm zou je nou, en Godstam wat voor stilist, stilistische weet ik wat vorm zou je moeten vinden om om dit te kunnen doen of ik wat ja. wat voor verhaal kun je vertellen in die wereld met een met een met een A en een B-punt en dan gewoon een, tra een tragische vorm. Want het is een wereld zonder tragedies of zo voor je gevoel. Yeah. En daarom is het moeilijk om er een verhaal in te vertellen. Yeah. Ik vind het een razend interessant uh, probleem. Yeah. Dat denk ik, als om. Ik, 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 ik zou hem nou best wel willen in willen vastbijten. Uh... Ja, het is interessant, want, want je, je. Ja, het is gewoon echt grappig. Ik, ik herinner me nu dus ineens dat ik op een gegeven moment ook. ...echt zo'n moment heb gehad dat ik dacht van... ...ik ga het ook niet meer doen die series kijken... ...die Netflix series en zo. No. En volgens mij is dat ook echt House of Cards geweest... ...dat ik het derde seizoen had gezien en dacht van... ...ja, ga ik nou het vierde seizoen kijken... ...fuck it, ik ga het ook niet meer doen. En ik heb eigenlijk echt wel series gehad... ...zoals The Sopranos of The Wire... Ja. ...die voor mij eigenlijk inderdaad... Die, die, ...die ik zo kan meten aan wat ook Tolstoy doet of zo... ...wat ik echt hoge kunst vind, mm. weet je wel... Maar daarna wordt het toch echt als een worstenfabriek nieuw serieus vind je daarvan van? Dat, dat, dat dat je. Ik, ik, ik deel dat hè, over de Soprano's. Um, wat vind jij daarvan dat zij ook op een. Zij zetten een nostalgische wereld neer, namelijk die maffia. Ja. En daarbinnen bevindt dan die Tolstoy plaats. Ja. Dat had ook gekund met een nostalgische Bill Clinton-wereld, die eigenlijk al niet meer bestaat voor je gevoel. Ja, maar die nostalgie is niet de point, vind ik. In nee, de, nee, maar dat, dat in dus, dus je kunt zowel met nostalgie kun je dat doen. Kijk, als met kijk, hyperrealisme en ik ben op uh, ik voel me meer aangetrokken tot ik zou zelf nooit de sopranos ondernemen als maker nee. ik ben, ik voel me meer aangetrokken als maker om eigenlijk echt een nieuwe vorm te vinden om die fucked up soort van EU ja. uh, steriliteit ja, of maar, zo dat te gaan vangen om daar... maar eigenlijk wil je gewoon de eigenlijk is de de gouden standaard voor mij gewoon de wire die eigenlijk ja. gewoon vijf seizoenen vijf lagen afpeilt van die werkelijkheid ja. zo zou je moeten aanvliegen dus je begint eigenlijk gewoon met Seizoen 1 met. Ik heb de serie nog steeds niet gezien, dus ik weet, ik weet het niet. Ja, ja. Je, je ziet gewoon. al laagje voor verlaag je al die perspectieven. Dus eerst zie je de politieagenten en de drugscriminelen. En de, de, grote, de grote drugsbazen. En dan uiteindelijk zie je de havenarbeiders. En de journalistieke. En zou die hele structuur als en, daarvan, en, de, en de school, het schoolsysteem en de, de politieke systeem. Je ziet eigenlijk al die, al die systemen elkaar. Zo eigenlijk uh, in stand houden ja. dat eigenlijk die wereld niet kan veranderen. En eigenlijk kijk je alleen maar naar Baltimore. Het is er wel een soort van. Dus um, niet een Wikileaks waar het gaat om uh, journalistieke feiten, maar ja. gewoon waar, waar, waar mensen persoonlijke anekdotes kunnen droppen ja. over hun wel- en wee in de Europese Unie. Ja. Gewoon, een, gewoon een site, een portal. Uh, yeah. En ze, dus mogen, eens, ze mogen hun naam er niet eens onder zetten. Ja. Het, het mag alleen maar een anekdote zijn. Het maakt ja. niet eens uit of het waar of niet waar is. Ik jij bedoel... wil meteen, dit, de, jij meteen dit, uh, dit, 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 deze ontmoeting smeden als een oproep om die serie te gaan uh, maken. Uh, ja, Jij wil er een de strek omheen. Ik denk dat het echt leuk ja. is om. Ja, ja, nee, ik vind het ook goed. Dus... Want jij bent uh, uiteindelijk. Ja, ik, 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 ik heb wel expertise met scenario schrijven. Ik zou zo weten hoe je zo'n schrijfteam bij elkaar moet. Hoe je dat zou moeten vormgeven. Ja. Dus ik, daar, kan, daar kan ik wel bij helpen, inderdaad. Dus jij gaat die jij gaat die serie maken, blijkbaar. Um. En, uh, want jij bent, ja, ik vind ook namelijk dat jij dat jij, uh, hoe zeg je dat? Ik zei het vanmiddag al in de auto. Van, van, ik zou verwachten dat jouw volgende stap zou zijn. Dat jij daadwerkelijk die. Uh, die uh, hoe heet nou, die regisseur waar we het zo lang over hadden. Kubrick. Ja. Dat jij die Kubrick film gaat maken, maar dan die Stefan Ruitenbeek film die, die Kubrick ja. potentie heeft, weet je wel? Ja. Ja. Ja, dus... Uh, ja, ja. Dus het zou wel een mooie... Uh... Nou, ik denk dat mijn talent lijkt meer op dat van Coppola of uh, Werner Herzog dat ik situaties creëer, waardoor de documentaire over de film altijd beter is. Daarom maak ik de film niet, maar de documentaire over de film ja, altijd beter. Ja, ja, ja. Dus je hebt een andere werkwijze. Ik heb, ik heb niet, ik heb niet dat, dat talent wat Kubrick heeft, maar ik zou helemaal niet... Um, maar ik vond de documentaire die zijn dochter maakte over de Shining ook interessant. Ik zou helemaal niet, ik zou denk ik, dan niet verschuwen om er iemand met een soort schakend, wat meer. eigenlijk een introvert of, of meer een geduldig iemand. misschien zou kate het zelf zou kunnen. Ik zou daarover moeten nadenken wat mijn rol dan is in dat proces. Yeah. Maar dat die dat dat, dat zo'n filmproject er moet komen dat is, dat is volgens mij duidelijk zo. Ja. Dat, dat de mensen willen dat zeker zien ja ik heb net als consument eigenlijk die wens geuit hè. Ja. ik heb eigenlijk gezegd waarom ik uh, ja. House of Cards en dat, dat kom kijk op het spoor door dat jij eigenlijk zegt dat dat ja. dat die woke cultuur komt eigenlijk is eigenlijk, eigenlijk is die woke cultuur een zegen in die ja. zin dat ze eigenlijk laten zien waar het niet meer gebeurt en wat ja. niet meer relevant is ja zijn het de lengoliers die alles opeten die eigenlijk alles opruimen ja. hè ja dus de woke zombies die ruimen eigenlijk, zoals de Langoliers in die Stephen King-film, yeah. eten eigenlijk het verleden op. Yeah. Oké, okay, fijn, dan hoeven we daar niet meer naar te kijken. Yeah. Het is allemaal zombificatie, het is allemaal afgestorven, het is allemaal aangetast. Yeah. Geeft ons hints in wat het wel moet zijn. Dus die zombificatie vindt plaats bij Kevin Spacey. Dat betekent dat House of Cards wordt opgegeten door de Langoliers. Dat betekent eigenlijk de conclusie, dus eigenlijk van oké. Okay, dat is een vacature voor goede politieke satire. Wat is dan wel goede fictie over die. Ja. En dan komen we op dit spoor. Oké, okay, dit zou we op die manier moeten aanvliegen. Namelijk, je moet veel meer juist die hoe dat in Europa nu eruit ziet. schetsen. Zou je dat en jij zegt, doen, eigenlijk, zou je, moet je denken aan. Ik het de satire, bom? maar ik bedoel, ik bedoel eigenlijk uh, fictie. Eigenlijk ja. zoals The Wires. is van meta of postmoderne. Of zou je veel meer, meer gebruik maken van uh, de bom van uh, Dr. Strangelove? Ja, nee. Ja, nee ik, ik vind het eigenlijk wel goed, maar dat zou ik zelf nooit zo maken. Je wil echt dat drama zien, hè? Dat je wil gewoon echt zoals de warrior. Je wil gewoon al die laagjes zien. Je ja, wil het begrijpen. De, de Ja, je wil de, je wil de wereld in werking zien. Ja. Want kunst gaat gewoon over het leven zelf. Je wil weten waarom we hierin zitten. Waarom Hugo de Jonge geen Engert is en ook geen zombie, maar gewoon Hugo de Jonge. Ja. Toch? Dat is een hele moeilijke vraag. Waarom is hij Hugo de Jonge? Waarom is hij zo? En dan moet je dus heel die wereld afpellen. Dan moet je al die laagjes laten zien. Ja. En dan denk je, ah, daarom heeft hij zo'n steriel, saai VT-wonenhuis. Ja. Ja. En Dat geen die, smaak. Die witte piano. Precies. Oh ja, het is geen enge man. Het is gewoon, hij is, hij is onderdeel van heel die ja. wereld. En daarom ja. zitten we hierin. Ja. Snap je? Ja. Ja, dus, uh, ik bedoel, ik, ik uit alleen mijn wens. En het is aan, aan jou of anderen om, die, om daar invulling Denk aan te doen. Je, zou je dat niet zelf. Uh... Nee, ik, ik, ik ben gestopt met, uh, met uh, fictie schrijven voor series of, of wow. scenario of script. Of, ja, ik geloof niet dat dat van de grond komt. Voor oh, mezelf. Not. Voor mezelf. Voor ja. ja, ik ben er te ongelukkig van. Maar ik kan wel nu signaleren wat er moet komen. Dus dat ja. kan ik nu met jou zo schoon praten. Het is wel ja. een leuk resultaat van. ben uh, ik heel concreet resultaten ja. hebben opgegraven. Namelijk een wens voor wat, wat het zou, wel zou kunnen zijn. Ja. Het altijd beter dan uh, alles maar aanwijzen of zo. Ja, ik voel die depressie ook wel. Maar, ik, maar tegelijkertijd vind ik het, ben ik niet. Uh, ben ik er niet bang voor, omdat ik ook heel tevreden ben met situaties zoals die nu is. Ja. Ja. Het is eigenlijk een idee die we weg kunnen geven. Dus wat uh, prijzen vraag, Ja. ja jij, maar... jij bent blij met je Kirax en ik ben blij met wat ik doe. Maar ik ben... En uh, alleen dit idee, dus voor wie je me hebben wil of zo. Nou, ik denk dat. Ik ben ook wel benieuwd wat er gebeurt wanneer je. Uh, met zo'n soort. Uh, zo'n podcast of weet ik wat. Dat de mensen dan. Of de mensen, in een, mensen die er zitten te luisteren, en die hebben dan een neef en die werkt dan in Brussel of zo. Ja. Yeah. Nou, nee, je gaat het vanzelf merken. Misschien ja. krijg je wel een interessant verhaal. En, en um, dom, het zou ergens heen. interessant zijn om die. Want je, je denkt dus, EU, dat zijn dan al die zombies en die hebben geen passie. Want anders werk je daar niet en zo. Maar misschien zit er eigenlijk wel passie, ja. En vind je wel als wat connectie waarmee je dan ook weer dat ding ja, gaat financieren die of, acte, of? Nou, ik, ik zou zeggen van mijn methode om dat echt in beeld te brengen is nu deze podcast en die en dus het, ik wil met die mensen praten, wij zo spreken. Ja, ja maar dan gaan ze niet doen. Dan gaan ze niet doen. Dus daar, daarom, daarom heb je weer fictie nodig. Ja. ja, ja, ja. Dus jij zegt van we moeten eigenlijk dat spoor volgen van ik ken nog een neef en die heeft een broer en daar de vriend van die wil wel even brainstormen... als zijn naam niet uh, erin ja. komt of zo en zo moeten we die dat Scenario gaan, gaan die Ja, maar het is ook een soort Babylon, hè? Want het ja. ding is echt een soort gek construct, het is een soort mystiek ding. En ja. dus hoe ho ver kan zoiets überhaupt tot de verbeelding spreken? Ja. Ik vind het, ja. Interessant. Ja, het is een mooie, mooie cliffhanger om af te sluiten, hè? Oké, okay, man, dat ja, was leuk. Ik weet niet, ja, heel erg bedankt. Ja, um, ja heel erg bedankt. Hè. Ik vond het echt super leuk om eens een keer zo uitgebreid uh, over al die dingen te kletsen. Vond ik ook leuk. Nou, ik ga hem uitzetten. Ja, fijn dat jullie allemaal hebben geluisterd en helemaal tot het einde zijn blijven zitten. Mij um, rest niets anders dan jullie nog eenmaal te herinneren aan de nieuwe mogelijkheid om Patreon te worden. En van nu slaap wel. Ik hoop jullie snel weer te spreken. En volgende week hebben we ook een hele bijzondere aflevering, een echt een hele bijzondere aflevering al zeg ik het zelf. Daarover ga ik nog niets vertellen. Dus stay tuned en ik spreek jullie snel.